Evert, het is even geleden, maar je zit nog eens in een mid-mid zonder Sam. Ja, Sam is op uitstapje naar Griekenland met een bevriende voetballer en een paar zeer mooie dames zei ik op, ook op Instagram. Dus hij heeft het eigenlijk beter dan ik, want <laughs> <laughs> ik zit hier met jullie om te praten over een transfer deadline day en hij zit op een Grieks strand. Maar het zijn hier wel Griekse temperaturen. Ja, het is hier echt bakken en braden, jong. Ik hoop gewoon voor Sam dat hij daar misschien op strand nog een spits vindt voor Hasselt of zo. dat zou leuk zijn. Voor in de winter dan aan te trekken, want daar is het afgesloten. Hè? Vrije transfers mogen altijd. Dat mag altijd, dat is waar. Oké, okay. en voor we echt aan kunnen beginnen heb je wel nog een belangrijke boodschap voor iedereen. Ja, voor al onze volgers en vooral de volgers op de digitale media. Die moeten opletten, want er zijn fishers op pad. Die proberen, via, vooral via Instagram, zich voor te doen als Mitmit. En te zeggen: hé, hey, je hebt een leuke giveaway gewonnen. Een voetbaltruitje van een bekende speler. En klik hierdoor en dan vragen ze om jouw gegevens. Dus let heel goed op wie jou contacteert. Het zijn accounts die zeer goed zijn nagemaakt. Het lijkt echt op onze echte account. Alleen ze hebben minder volgers en minder berichten. En ze willen je bestelen. Dus let heel goed op als je wordt gecontacteerd door Mitmit. Er is maar één echte account en die heeft veel volgers en veel berichten. Voilà. Kijk, klik goed door, dat is heel ja. belangrijk. He, Evert zei al. Het is transfer deadline day. Het is woensdagavond 6 september. Als we dit opnemen, dan is het die deadline day in België. Um, en dus is het heel duidelijk waar we het over gaan hebben. En dat gaan we vandaag doen met iemand die elke keer hoopt op een groot transfer voor zijn club, maar die zelden krijgt. Iemand die deze zomer zelf getransfereerd is en iemand die transfers zelf regelt. Welkom bij MidMed. Evert Winkelmans, Gilles Mbebea en Stijn Francis, welkom alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Stijn, jij bent de enige van ons vier die weet hoe het is om een transfer te regelen. Uh, wij hebben daar geen ervaring mee. Jij bent makelaar. Uh, hoeveel heb je er deze zomer allemaal moeten doen? Ik heb ze net geteld en het zijn er uiteindelijk 34. 34? Ja, 34. <tie> sinds 1 juni of sinds 5 juni. Ik denk dat de eerste niet op 1 juni was. Dus uh, sinds 5 juni zitten er ook wat contractverlengingen bij. Uh, dus uh, 34. ja, 34. Dat is goed zaken doen, hè? Uh, daar, dat is goed zaken doen. Dus. <laughs> nee, dat is ook gewoon belangrijk. Ja. We hebben een negentigtal cliënten, dus dan moet er ook wel veel gebeuren. Uh, dus dan weten we ook wel dat het nu even is. Uh, ja, het is niet, niet meer van te wachten. Hè. Het is, uh, vandaag is het gedaan, dus het moest, het moest ervoor gebeuren. Ja, en een paar heel interessante namen. Onder andere voor jouw ploegje, Evert. Ploeg, ik zal niet ploegje zeggen. Ja, het heeft lang geduurd. Uh, want ik, ik, ik zag al enkele jaren bij Stijn om een paar van zijn cliënten naar wat te sturen. Het is gelukt. Hè. Foulon is gekomen, Cobaut is gekomen. Dus voilà, kijk. Cobalt, die kwam zelfs nog met een privéjet. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Ja, waar, ik dacht waar, ik, dat ik ik niet van, dat KV Mechelen dat kan betalen. Waar, waar niks van aan is, want onmogelijk dat dat een privéjet was, denk ik. Maar bon. ja. Het leek zo op Instagram. Ja, man. ik snap dat het zo leek, maar ja. ik ben, ben vrij zeker dat het geen privéjet is. je toch geen privéjet waar ik, ik van op de hoogte ben. Dat is gewoon ja. een klein vliegtuig. Ik denk dat het gewoon een klein vliegtuig was. Ja. Okay, ja. 34 transfers, uh, meet je dat dan met andere makelaars in België? Van, hé, hey, ik ben de grootste, ik heb er meer dan jij? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik heb er ook gewoon geen tijd voor gehad. Nee, ik ben er niet, niet heel veel mee bezig. Ik heb geen idee wat andere makelaars gedaan hebben, hoeveel ze gedaan hebben, echt niet. Want dat lijkt me net de allerleukste periode als makelaar. Daarvoor doe je het toch? Het is het allerleukste en het allerlelijkste. En doordat het soms zo lelijk is, geeft het ook zoveel voldoening. Want het is echt... Ik gaf eh, vandaag les en ik zei van ja, het is eigenlijk jammer dat ik nu les geef aan jullie, want ik ben nu een beetje heel negatief, het aan clubs, heel negatief tegenover clubs. Hè. Dus het is soms ook wel, als het lukt is het mooi, maar wat eraan vooraf gaat, kunnen soms ook wel het gevoel hebben dat als het lukt, dat je nog altijd denkt van gasten, echt, wat was dit hier allemaal? Het uh, is uh, deadline day, het is nu kwart voor acht s avonds, dus er kunnen nog uh, vier uur en vijftien minuten transfers gedaan worden. Het kan gebeuren tijdens onze opname of daarna. Jij kan hier rustig blijven zitten, zijn? Ik verwacht niks meer. Nee. Oké, okay, dat, dat is heel nee. belangrijk. 6 september. Wel een vreemde datum, Gilles. Ja, het is uh, een beetje door de regels. Er zijn eigenlijk twee verklaringen voor een beetje. Een dubbele verklaring. Eén is een beetje een competitief voordeel. Wat ik wel fan van ben. Ik denk wel, als kleine competitie is dat iets wat je moet doen. Zeker omdat je er geen, geen wetten mee overtreedt. Zowel uh, UEFA als Europa heeft daar geen wetten op dat het niet zou mogen. Dus zoiets van tegen die grote vier, vijf competities in zelfs je buurlanden. Probeert je voordeel maar te halen. En anderzijds is het ook een regel voor uh, het zwart geld tegen te gaan. Ja, ik vind het wel heel raar. <laughs> ja, maar ook ten opzichte van de andere landen, gaan die dan niet klagen bij elkaar? Ja, de regel is nu gaan blijkbaar... Die dan door. die zeggen, het... ja, maar hé, laten we daar in België? Ja. doen wat je wilt tot 6 september? En wij zitten hier tot 31 augustus. Maar Dat in Turkije is, is het ook later, in Saudi-Arabië is het later, in Griekenland is het ook nog later, dus, en in Rusland is het ook later. Er zijn veel landen waar het... Langer duurt. Hè. Dus ik denk niet dat ze alleen gaan klagen over België. Dan denk ik ook niet denk dat bijvoorbeeld Turkse clubs wel iets meer geld hebben dan de Belgische. Bijvoorbeeld, om maar. En nu niet de landen waar je geassocieerd wordt, denk ik. Dus <laughs> het zijn allemaal een beetje duistere landen. Of dat, 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 dat is waar, nee. maar hier doen ze het effectief om. Dat de clubs de kans genoeg hebben om te zien dat het geld wit genoeg is. Ja, maar de, ja, een datum is een datum. Dat ja, is waar. Kun jij ook zien dat dat wit geld is op 31 augustus? Hè? Kijk, dan moet de UEFA maar een, een duidelijke regel stellen voor alle clubs, of voor alle competities beter gezegd, in plaats van het gewoon aan de competities zelf over te laten. En er schuilt nog een gevaar in voor Belgische clubs, dat je spelers gaat oppotten. Want je kan er nog kopen, maar je kan er veel minder verkopen. Want de transfermarkt is al dicht in veel landen. Dus dan gaan we weer grote kernen krijgen. Dat is een gevaar. Ja, dat is waar. Um, er zijn vandaag wel een paar interessante dingen gebeurd. De grootste naam is een nieuwe speler van Anderlecht. Torgan Azar, de twaalfde aanwinst voor Paarswit deze zomer. Heel, Straffe transfer. Heel, heel drukke zomer, he, toch? Dus, uh, heel veel gasten gehaald. En zelfs op de ja. laatste dag nog. Ik had niet gedacht dat er. Uh, sommige namen had ik echt wel niet verwacht meer. Die laatste twee, Schmeichel en Azar. Ah. Dat je daarmee dat is niet normaal. Alleen in het voetbal dat zijn twee namen als een klok. Dat je daar nog mee afkomt, de laatste twee dagen vind ik super verrassend. Zeker omdat het, ik, had, ik had niet het gevoel dat dat de twee gasten waren die we nu nodig hadden. Dat ja. is volgens mij een goede eerste keeper. Meer dan degelijk een eerste keeper. We staan een tweede keeper met Colin Koosmans. Dus ik had niet het gevoel van. Schmeichel moet daar zijn. Toch? Uh, nee, en ja, een keepersprobleem is altijd iets gevaarlijk om in een kern te hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Schmeichel is sowieso een eerste doelman. Allee, ja. het was een Zelfs buitenkans. op zijn 36 komt hij als eerste doelman. Die keepte vorig jaar nog alles in de League aan. Je hebt een eerste doelman die het redelijk gedaan heeft met UP. Als een van de twee een foutje maakt, krijg je automatisch een probleem. Het was een buitenkans tijdens Dit is toch puur en alleen of puur en alleen? Het is ook vooral de uitstraling. Ook. De, naam de naam Schmeichel, dat je die aan je club kan binden. Ja, ik vind het een heel vreemde transfer. Uh, ook omdat er dan gecommuniceerd wordt op een moment: van Koosmans wordt tweede doelman, de ander is eerste doelman. Je haalt dan nu nog op dit moment. Ik vraag me af welke dynamiek dat, dat teweeg brengt in een kleedkamer, want er gaan er toch een paar niet blij zijn omdat ik denk dat dat tegen de afspraken is. Dus ik vind dat altijd gevaarlijk. Zeker na nog 1 september. Dus dan lijkt het ook alsof het al afgesproken was om het zo te doen al eerder. Ja, en het is ook... Ja, je hebt het niet nodig, want die die de eerste doel, het heeft het gewoon echt goed gedaan. Uh, en Koosemans is een goede tweede doelman, dus... Het is, het is een beetje een egotransfer. Um, wat we niet van Anderlecht verwachten, denk ik. Uh, wat we in het verleden wel eens een keer bij Antwerpen of bij... bij Club Brugge gezien hebben. En bij, nu doet Anderlecht het, ja. Maar een, een egotransfer verwacht je ergens soms van een voorzitter. Die zijn goed doet met zijn club, maar een technisch directeur die een egotransfer doet, dat vind ik wel iets gevaarlijk. Dat heb ik nog niet zo vaak gezien. Ja, maar daar zal de club wel achter staan, anders doen ze dat niet op ander Ik denk niet dat er daar één transfer passeert zonder dat de board zegt, is oké. Oké, de board, maar de scouting bijvoorbeeld was hiervan niet op de hoogte. Geen idee. Ja. Wat ja. vinden jullie van Torgan Azar? Is dat ook een egotransfer of is dat een egotransfer en ook wel kwaliteit die je toevoegt? Het is absoluut enorme kwaliteit, maar ik vraag me af hoe betalen ze dat? Als je kijkt hoe zij de afgelopen Windows eigenlijk altijd aan het klagen waren. En het is niet dat er zo heel veel geld binnengekomen is. Misschien met Doco is er nog wel extra geld binnengekomen waar ze misschien niet op gerekend hadden. Het is ook niet dat als je kijkt naar de, de verliezen die ze hadden opgebouwd. om dan dit soort transfers te doen met dit soort jongens. ben ik toch wel echt verrast. Ja, ja ze gaan, het lijkt mij dat ze deze zomer wederom alleen gaan. Met die twaalf namen. Uh, ook uh, zeer dure oudere spelers die erbij zitten, want het is niet alleen uh, Schmeichel en Nazar, maar de, de, de prijs van een Delaney, van een Ritz, uh, van een Flips, die basis was in de Liga, dan Tolberg. Het zijn geen gastjes van 18, 19, 20 jaar die ze zijn gaan scouten, ver weg. Nee, het zijn wel echt dure namen met hoge salarissen. Dus het is wel van de moeders nu. Ja, het is ook iets helemaal anders dan het project waar ze een paar jaar geleden mee begonnen zijn. Ja, je kunt ook niet, niet Europees spelen met deze kerl, ja. terwijl je met jongeren hebt je nog... Je hebt je progressiemarge, dus misschien is het enerzijds het beseffen van we hebben al te lang niet meegedaan, zelfs voor een titel. En is het zoiets van nu even alles inzetten. Natuurlijk, de vraag is hoe, pakt dat, hoe goed pakt dat uit? Want er zijn in het verleden ook al ploegen geweest die, die hoog bovenin hebben gestaan. Ik, ik herinner me Antwerpen: in het eerste jaar dat ze meededen, stonden ze derde bij de winterstop en hadden dan of gewoon een volledig nieuwe kern. En daardoor zakt het eigenlijk af naar een, naar een zevende plek. Dus. De vraag is hoe, hoe snel gaat dat een ploeg zijn? Ja, dat, dat is in een, want we hebben het over transfers vandaag. Ja, dit is wel echt een transferploeg. Dit is een bijeengekochte ploeg. En ja, ik ben altijd wel benieuwd, marcheert dat of marcheert dat niet? Ik ben heel benieuwd. Houd je daar zelf rekening mee als makelaar van spelers bij een bepaalde ploeg? Ja, als, die, als die gevraagd worden of als die ergens naartoe gaan, wordt dat er een hele nieuwe ploeg? Is, of wat misschien gemakkelijker is. Ja, je houdt er wel rekening mee. Ja. Ik, heb, ik heb liefst zoveel mogelijk stabiliteit altijd als ergens een speler toekomt. Uh, dat kunnen we niet altijd voorspellen. Maar ik vind dat wel belangrijk. Zeker voor jonge spelers als die ergens toekomen, dat die, die kern toch wel in de mate van het mogelijk ingevuld is. En dat die maar één of twee posities nog echt moeten wijzigen. Want nu, dus, het is altijd een hele nieuwe ploeg. is altijd afwachten. Hè. Uh, en, en je weet nooit uh, wat er gaat gebeuren. En ik denk nu, bij Anderlecht zal, zal de drukker wel opleggen nu. Ja, misschien beseft dus ook dat het minder goed was dan de cijfers deden blijken en dat er toch nog iets bij moest. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Uh, want dat is nu echt wel kwaliteit dat erbij komt. Hè. Ik denk dat iedereen, dat... Torgan Hazard en Schmeichel, zijn nu niet, <laughs> niet de kleine namen. Ik vind het ook ja, je... Vindt je toch niet straf van, van Hazard zelf. Dat hij voor Anderlecht kiest nee, op dit moment? Voor hem vind ik het de meest logische keuze, ja. misschien van alle partijen. Hij, voor hem in Dortmund, want Dortmund heeft hem ook al aan PSV uitgeleend een periode. En ik denk ook niet dat hij daar nog in hij de had het basis moeilijk he? staan. En Zeker. nu nog een contract van, van 3 plus 1 of 4, wat dat het ook was, krijgen. Bij een buigste topclub. Zal voor hem goed zijn als, als ex-gouder, en als Belg toch. En dan ja, is het misschien uitkijken van gaat hij proberen om nog als, als nummer 18, 19, 20 mee te gaan naar een, naar een EK als hij een heel goed seizoen speelt. Ik denk dat dat vooral wel meespelen voor hem. Zoveel jaar na de flirt is hij dus toch van paars-wit. Ik denk ja. dat dat wel meespeelt ergens. Hè? Dat was toch wel ergens een club in zijn achterhoofd en die is daar wel blijven zitten. Maar wat ik nog afvraag bij de figuur Fredberg: dat is toch een technisch directeur die met een bepaalde stijl en flamboyant uh, ja, manier van doen, Belgisch voetbal is binnengekomen. En uh, ja, als je hem op voorhand als makelaar niet kent, is dat dan, en je ziet die gaat zoveel transfers doen of die zijn zoveel transfers aan het doen, moet je die dan niet heel snel leren kennen? Die zit je die dan te bellen? van Hé, hey, ik ben snel. Ja, ik kende hem wel van vroeger. Dus, uh, maar inderdaad, ja, als je hem niet kent, moet je hem wel snel leren kennen. Ja. Maar ik, ik kende hem nog van in Viborg. Dus uh, ik ken hem al vijf, zes jaar. Dus, ik, dus hij uh, heeft uw nummer. Ja, die had mijn nummer. Ja. 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 Had. Nee, nog altijd. Nee, maar zo'n technisch directeur die waanzinnig veel transfers begint te doen. Ja, als makelaar sta je daar best bij op een goede voet, denk ik dan. Ja, inderdaad. Nu, um, ongeacht wie er uh, de sportief directeur is, moet je altijd een relatie hebben met die sportief directeur. Dus ik denk niet dat dat heel veel bepaald heeft. Ook omdat hij eigenlijk niet in de Belgische markt eigenlijk, uh, die de transfer heeft. Enkel Mats Rits, denk ik, is de enige. Ja, Louis denk ik. Maar en Louis Patrice. Dat Patris. is al, ja. 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 Ja, het zijn twee opvallende transfers, maar het is niet de opvallendste. In de Jupiler Pro League, de opvallendste is van een speler die hier niet gaat spelen. Ja. Ah, ja, 25 miljoen heeft hem gekost. Hè. en Hij gaat uh, direct uitgeleend worden aan de Union. Ja, maar als we dan zo de regels hebben van, van het, 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 het 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 zwartgeld of het of het fraudegeld willen tegengaan, hoe kan dat dan passeren? Ja, het is toch heel opvallend. Hè? Ernest Wama is het. Een gast van uh, 19 jaar komt uit Denemarken. Aangetrokken voor 25 miljoen door RWDM en meteen verhuurd aan Lyon. Ja, ergens moet je er ook van houden. Hè. Was niet ja, dit is kom maar. Nee, maar ik heb, ik, 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 dacht, ik heb er wat over nagedacht. En okay, het is al een tijdje aan de gang: hè, die van die gekke constructies om al de regels die UEFA toch probeert op te leggen te omzeilen. Maar België is daarin wel een soort voorloper. Wij innoveren. Nee, maar dat, is, ja, dat is zo. De Belgische markt is gemaakt eigenlijk voor transfers te doen en voor te wielen en te dealen. We zijn een soort uh, Kaiman-eilanden van het voetbal. Eh, wat de kaiman zijn voor de Belgische staat, zijn wij in het voetbal. Uh, Manchester City koopt Lommel over om spelers te stallen. Uh, John Texter doet uh, gekke boekhoudkundige trucs met een speler van 30 miljoen via RWDM omdat België, fiscaal gezien ook, zich daartoe leent. En daar moeten wij als Belgisch voetbal heel goed over nadenken, want allee, dit is absurd. Het is echt absurd. Stijn, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, uh, ik ken de speler en ik dacht, ja, dit is echt een geweldig talent. Uh, sowieso. Maar de manier waarop... We hebben onlangs een FIFA-examen moeten doen en een van de, de, de bepalingen in het FIFA-reglement zegt dat een bridge transfer niet toegelaten is. En Een bridge transfer is eigenlijk, als je iets doet... Ja, een bepaalde club om eigenlijk dan direct door te transfereren, dat, uh, ja, wat hier puur het geval is. Uh, dus ik, ik vraag me echt af ja, wat, wat er daarvan gaat gezegd worden. Want maar Ostenden ik... heeft het ook al gedaan, hè? Ja. Op lager niveau? Alleen met minder geld. En met clubs van dezelfde eigenaar? Uh, dat was wel zo, denk ik, hè? ja. En omgekeerd zou ik het nog begrijpen, hè? Als, als Lyon iemand koopt en hem uitleent van RWDM om minuten te doen in de buiscompetitie, maar dit is. Maar Lyon zat geblokkeerd hè, met Financial Fair Play. Uh, ja. Dus die konden echt niet heel veel doen. En RWDM zal heel veel ruimte gehad hebben. Ja. Kan dit geen gevolg hebben voor RWDM? Ja, ik zou denken van wel, maar ik vermoed wel dat de mensen die ernaar gekeken hebben dat beter weten dan ik. Uh, dus ik ga ervan uit dat dat wel kan, maar ik vind het wel heel straf. Um, ja, en, en ik weet ook niet welke gevolgen dat op zich voor RWDM heeft. Maar het gebeurt zonder... op alle niveaus. Hè? Zoeken naar uitgangen van de Financial Fair Play. Uh, ik bedoel, uh, Chelsea. Hij heeft nu een samenwerking met Straatsburg en met Strasbourg, die ze proberen te omzeilen. Je hebt nu die nieuwe regel die UEFA heeft ingelegd, dat je nog maar drie spelers mag uitlenen aan, aan je feederclubs. Maar ja, die wordt omzeild langs alle kanten. Ja, waarom? Wij zitten altijd maar aan symptoombestrijding te doen, toch? Al die regels die worden toch omzeild? Eigenlijk kun je het beter gewoon helemaal afbranden tot de grond en gewoon van: ah ja, dat, dat gaat niet in praktijk natuurlijk, maar. Je zou eigenlijk een manier moeten vinden om, om, om zoveel regels te kunnen, ja, te kunnen vastzetten eigenlijk. Want je zit nu al met zo die multiclub uh, organisaties. Dat als, kunnen als ze wel al gewoon verbieden. Hè? Dat kunnen ze gewoon verbieden. Toch? Ja, ze vinden er toch weer manieren rond. Hè? Ja. Maar ik vind het straks dat dit is door kunnen gaan. Wat jij net zegt: zijn het is niet toegelaten door de FIFA. En toch is dit ja, ik pas... weet niet of het niet toegelaten het zal wel toegelaten zijn, want anders passeert het niet. Ofwel komt er nu nog een onderzoek. Dat kan ook natuurlijk. Maar ja, ik vind het toch wel heel bijzonder. Zeker omdat ja. die bedragen ook totaal niet van de, de, de normale grote orde zijn van RWDM. zegt nee. zijn hallucinante bedragen voor het Belgisch voetbal, is dat ongezien. Hè? Met bonussen zouden we tot 30 miljoen kunnen, kunnen oplopen. Ja, dat is en... inkomen toch de recordraansfer in België. Hè? Ja, sowieso. Ja. De jongen dat nooit heeft gespeeld, we mogen daar weer trots op zijn. Die boekhouding van RWDM zal toch wel gek in elkaar zitten <laughs> dit seizoen. Want die moeten dan toch al één contractjaar afschrijven dit jaar van een transfer van 25 miljoen. Dus dat is, pak dat hij vijf jaar contract heeft, dat is al vijf jaar, eh, vijf miljoen, dat die dit jaar moeten meepakken in ja. hun boekhouding. Ja, Creatieve boekhouder is belangrijk. Misschien, gaan ze, misschien krijgen zij hem terug en dan verkopen ze hem voor bijna niks op het einde van zijn contract of zo. Zullen daar ook dus wel... Het is met een aankoopoptie, denk ik, dat Lyon... Uh, ik vermoed dat die wel opzalder. zal gekocht worden om dan doorverkocht te worden. En oh. dan, uh, ze zullen Laat? wel zien via welke club dat die verkocht wordt. Als je... Als je het over de lelijkheid van, van, soms, van het voetbal hebt, is het dat om zo clubbestuurders naar u komen met dat soort constructies om daarin mee te gaan als makelaar? Oh, ik vind dat nog niet de lelijkheid. Dat is gewoon iets wat je. Ja, dat zijn financiële constructies. Dat is gewoon ja, hetzelfde in, in het bankaire wezen, je We ook financiële constructies en structuren die, die heel moeilijk te begrijpen zijn en waar slimme mensen iets, iets uitvinden dat kan werken of niet kan werken. Ja, dat is een beetje de, de, de technische kant van het voetbal. Nee, de lelijke kant van het voetbal is gewoon dat clubs op een bepaalde momenten echt. De spelers echt bijna gevangen houden. Compleet onredelijk zijn. Totaal geen rekening houden met de belangen van de speler. Uh, pretenderen een club te zijn uh, die, die altijd uh, een familieclub is. of die uh, rekening houdt met de jonge spelers. om ze alle kansen te geven om te ontwikkelen. En als je dan ziet wat er in de realiteit gebeurt. als je dan ziet hoe wij soms behandeld worden. samen met de spelers en de ouders. ja, dat is echt wel. op uh, bepaalde momenten denk ik echt van jongens. Uh, de, dat slaat hier echt nergens op. Wel bij jongere spelers dan? Het gaat onder andere over jongere spelers, maar dat kan ook over ouderspelers. Soms, als je als, als club zegt van kijk, we halen nu we zijn een familieclub en een warme club. En op het moment dat die speler eigenlijk een optie heeft, waar die voor iedereen te eens, is dat is gewoon de best mogelijke stap. Om dan die speler totaal niet meer als een, een, een familieclub te behandelen, maar echt de koude zakelijke realiteit en echt heel zakelijk en heel koud en heel gemeen. Dan, ja, dan gebeuren er toch ook wel wat persoonlijke dramas bij bepaalde spelers, als het niet lukt, of, of, of met de ouders en, Iedereen heeft er dan ook een mening over. De kranten schrijven erover. Dat is echt. Uh, en en uh, ja, dat zijn dan discussies die echt ongelooflijk ver kunnen gaan. Ja, dat echt. Uh, en je kunt niks doen. Hè. Je hebt gewoon je contract en je zit vast. En, en ja, niet die clubs kunnen zeer onredelijk zijn daarin. En dat is hun recht om onredelijk te zijn. Maar als speler heb je op dat moment eigenlijk geen enkel wapen waar je mee kunt krijgen. Zeker dat, als dat je is niet daarom dat, dat ja. Dat je toch ook mede voorstander bent van het afschaffen van het transfersysteem. Ja, ja. Dat, dat is de reden. Dat is echt de reden. En als het dan wel lukt, ben ik heel blij dat het gelukt is, omdat, het, ja, omdat ik vind dat het die, die, die het beste is voor die spelers. Maar dat hele dat proces om daar te geraken is soms dermate slopend en dat is echt ruzie. En dan omschrijven ze soms als de grote eikel. Maar ja, je moet soms echt een geweldige eikel zijn om zo'n dingen gedaan te krijgen. En dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon slopend. En, en dan kunnen soms echt wel op. Ja, dat zijn de ups en downs van de transfermarkt. En Terwijl ja, het is. soms omdraait, ja. soms zijn er spelers waar clubs van af willen geraken, die een lopend contract hebben en dan zijn die spelers de boeman. Ja, voilà. Dat die gewoon zeggen, Hé, ik heb een ja, contract bij jullie, ja, dus dan, dan is het ook logisch dat ik uitbetaald word. Vooral, niet, niet alle clubs en zo, maar er zijn wel toch wel altijd bepaalde clubs en dan komen er toch mensen en dan komt er leren de echte mensen kennen. En dan kunnen je een heel goede relatie hebben met mensen, maar dan kan dat echt op een punt echt gewoon van de ene dag op de andere omkeren. En dat is erg, is dat jammer en vandaar dat ik die transfermarkt ik vind dat echt verschrikkelijk. Dus voor mij is dat gewoon bepaalde, bepaalde jongens hun is worden gewoon vernuikt door clubs. Dat is pijnlijk. En dat is pijnlijk, ja. En dan zeggen ze van ja, kijk, oké, okay, maar uh, wij, wij hebben ook dat contract getekend en contracten moeten gerespecteerd worden. Uiteraard, maar jongens ontwikkelen en clubs ontwikkelen en uh, er zijn clubs die dan bepaalde spelers gaan bijhalen wat niet voorzien was, ja, dan, dan zit het gewoon geblokkeerd dus omstandigheden veranderen. Ik vind dat je moet altijd het recht hebben om, om op te kunnen stappen. Uh, Iets wat ik altijd daarin merk is als je. Als ik lees dat er een speler wordt verwezen aan een c dan vrees ik meestal altijd ja. het ergste. Dat, dat betekent altijd van... Maar om zes uur s ochtends met de belofte trainen en er wordt geen lunch meer voorzien, en dit en dat. En dat gebeurt in heel veel clubs in, uh, in heel België. Onaanvaardbaar. Ja, deze ja. zomer ging het niet over de wet van 78. Ik denk dat dat de ene van nee, de eerste keren is dat het Maar ik heb het ook al een paar keer al gehoord. <laughs> <laughs> in de kranten toch niet. In de kranten al. is er niet over gegaan. Uh, waar het wel over gegaan is vandaag, uh, op social media moeten we ook in de gaten houden, uh, zeker vandaag, uh, wat er allemaal gebeurt, dat is standaard. Ja. Die zijn in actie geschoten. Ja, en dan, dan stel je daar wel vragen bij. Als je plots uh, Po kan halen, Hayden kan halen, Soa bij Brugge nog gaan halen en Alzate zou ook nog komen. Ja. vind ik een hele goede transfer. Ja, nu kan dat plots wel. Standaard is verschrikkelijk slecht aan het seizoen begonnen. Iedereen ziet dat die kwaliteiten kort komen en dan op de allerlaatste dag ga je echt vier heel goede spelers halen. Dan lijkt me dat ergens een, een voorbedacht plan. Nee? is dat niet gewoon tonnen die verkocht is en geld binnen want ik, zij konden niks dat doen tot de spelen die viel gaan ze toch niet ja maar daar waren ze al even mee bezig denk ik zo. Uh, met, want dat was maar een beperkt bedrag maar ja, ik, ik heb gehoord 6 miljoen ah dat is meer ja okay. dan, ja ja. Maar gaat dat, ook ten, gaat dat dan ook zijn van: hebben gewacht totdat een transfer deadline in andere landen voorbij is? En dan zeggen we. Ja. We gaan een Isaac Hayden die dat bijvoorbeeld bij een Newcastle op een zijspoor zit, dat was al duidelijk dat hij niet meer. Maar daar waren ze al weken mee aan het spreken. Ah, okay. Maar dat was blijkbaar familiaal niet zo eenvoudig om, om die jongen hier te krijgen. Ik weet niet wat er exact aan de hand was. Dus dat was iets dat we dat we weken liep. Ginepo denk ik dat waarschijnlijk gehoopt had op beter, vermoed ik. En ja. uh, dat hij dan toch gedacht heeft: van, kan ik beter best dan daar gaan spelen. Ik vind dat twee goede transfers. Zo, ja, dat zal wel Karel zijn, uh, Karel Hoefkes die dat uh, erdoor geduwd heeft. En dan moet ik wel zeggen, dan zijn ze wel serieus versterkt. echt uh, Het zijn allemaal één voor één transfers waar ik wel van ja, denk: ja. oké, okay, toch nog goed gewerkt, want het was nodig. Ja. Ja. Dat dat is eigenlijk, eigenlijk is het dan wel goed dat je. Ah ja, goed. Eigenlijk is het dan misschien beter dat je met een moment slechter aan het seizoen begint dan als je een valse goede <laughs> start hebt en dat ze bij 7-7-7-groep zeggen van: ah, hij ja, heeft 12 of 15 gehad. En al is het dan met slecht voetbal, dan zeggen ze van: we hebben het misschien niet meer nodig. Je hebt een waanzinnige inarreis te maken, wel hè? En je hebt eigenlijk een, een nieuwe voorbereiding die je moet spelen. Ik vind dat toch enorm risicovol. Allee, ja, play of 1 uh, gaan ze niet spelen. Ay, ik bedoel, er zou heel veel moeten gebeuren. Dat ik ze nooit, doen. nooit. Maar ik vind, het, ik vind het, wel ergens bullshit. Allee, sorry, dat vind ik echt. Dat ze Om zo door lang door te mee. wachten. Nee, ja, ze mogen het doen. Maar je speelt eigenlijk met twee verschillende ploegen in hetzelfde uh, seizoen. Ja, dat is, dat is, en dan dat is, komt december is, ook nog. Als, dus... ik, als de competitie begint in het laatste weekend van juli, ah. is het vaak zo, hè? Ja. Onze competitie begint gewoon veel te vroeg. Ja, ik vind het wel... Allee, of de transferperiode begint... Hey, het duurt veel te lang. Of dat. Ja. Zo kan je het ook zeggen. Ik denk inderdaad. dat vooral dat is. Eigenlijk, ja, het zou veel meer stabiel zijn als het voor de eerste speeldag moest rond zijn. Dan, dan zouden dit soort transfers ook wel minder gebeuren, denk ik. Maar dat is het competitieve voordeel waar we het daar straks even over hadden. Hè? Dat onze competitie dan heeft, in vergelijking met andere landen nu, hebben ze bepaalde dingen nog kunnen doen die in andere competities gewoon niet mogelijk ja, zijn. Ja, er is ook een strekking die het dan... Na mij stuurt Evert, dit is toch net leuk. Dit is heel leuk. Als je ziet hoeveel content en entertainmentwaarde er is tijdens die transferzomer. Iedereen zit nu op puntje van zijn stoel te volgen al wekenlang op de sociale media van hun clubs en transfers en spelers. En, uh, iedereen is ook bezig over die bedragen. Dat spreekt aan. Dat, is, dat hoort ergens bij uh, de populariteit van ons voetbal, vreemd genoeg. Transfers. Dus misschien ben ik daarin te conservatief, puur kijken naar het sportieve. Van we willen dezelfde ploeg van speeldag 1 tot 34. Dan misschien ben ik daarin fout. Misschien is transfer net de kruiden op ons voetballen. En langs een andere kant, we kunnen het een voordeel noemen, maar het is alleen een voordeel nu bijvoorbeeld voor een standaard. dat die geen Europees spelen, want je Champions League lijst moet al binnen zijn op 1 september, denk ik dat het was? Ja, ik had begrepen dat eigenlijk, dat tot 3 september zou kunnen hebben. Oké, okay, tot, tot 3 september. Dus in principe heb je dan nog twee, drie dagen eigenlijk langer als België zijnde. Maar als ze die bijvoorbeeld zouden. Zouden Eiken samen met de transfermarkt, ja, dan heb je helemaal geen voordeel meer. Dan een Cluburgie kan niet bijvoorbeeld op 5 september nog zeggen: we aan het oprobieren, want dan speelt hij geen Europees mee. Bij ja, klopt. Ja. Ja. Um, er zijn natuurlijk nog veel andere transfers gebeurd in de Jupiler Pro League. Um, inkomend, uitgaand, er is heel veel gebeurd. Als jullie er alle drie één moeten kiezen, welke steek er bovenuit? Voor jou is het misschien wat persoonlijker. Tenminste, nee, jij gewoon ik... heel wat zelf hebt geregeld. Ja, nee, want ik heb het niet graag over mijn eigen cliënten, maar. Uh... <laughs> Moet dus denk je denken, de strafste. Ik denk dat inkomend de strafste dan toch wel Azar zal zijn voor mij. Oh. Ik denk dat dat de meest kwalitatieve speler is die er binnenkomt deze zomer. En ook de naam die ik niet verwacht had dat bij die club dat soort budget zou vrijgemaakt worden. Dus ik denk dat dat de strafste is voor mij inkomend uitgaande strafste, um, ik denk net vooral, er zijn er een paar die niet vertrokken zijn. Ik denk dat dat misschien nog straf is. Orban niet vertrokken, Kuipers niet vertrokken. Nee. Uh, UT niet vertrokken, ja. de Bast niet vertrokken, de Meren niet vertrokken. Jij je ja, dat eh... toch van OSL naar hem teruggegaan? Ja, dat is ook een straffe. Ja, maar dat is wel, ja, die had ik niet zien komen. Die, ik, ik had niet gedacht dacht dat hij naar Frankrijk ging, dat... ging. Ja, ik dacht dat hij nooit door een Belgisch club, club kon gekocht worden. Dus ja, dat is wel redelijk wat opvallende zaken, toch? Uh, ja, ik denk inderdaad bij. Wij zullen de topclubs, ik denk, Brugge hebben we nog niet vermeld, maar daar zit toch, toch ook wel wat aangekocht. Ja. Een Vitlissen, een uh, Igor Thiago. De feit dat ze ook heel veel jongens hebben kunnen houden, zoals nu uh, Meijer en een Noosa. Een, uh... kunnen houden, want uh, daar werd een bod van Chelsea op gedaan voor 30 miljoen de dag na dat ze Soene uitschakelen. Dus ik denk dat bij heel veel Belgische ploegen, vooral sterk is dat we bepaalde jongens hebben kunnen houden binnen onze competitie. We hebben heel lang zo gekeken naar van maken van wanneer gaat hij weg en is toch altijd gebleven, maar ik denk dat er heel veel jongens zijn die. Hadden kunnen vertrekken in de competitie wat minder kunnen achterlaten. Natuurlijk, je weet niet wie er dan binnenkomt. Maar uh, ook, ook bij Club Brugge zijn er wel een paar goede jongens binnengekomen: en Igor Thiago en Hugo Vetlessen. Zinkernagel. Zinkernagel. Ja. ik ook een heel goede transfer van Brugge. Dat ze van Jeremtjoek zijn afgeraakt. Ja, wow. Ook een goede zaak eigenlijk voor, uh, voor Dat de club. had ik niet gedacht. Dat had ik ook niet gedacht. Zeker niet naar Valencia. Nee. Dat, dat had ik ook niet. Die ja, club. maar Valencia is, is ja, niet dus, het Valencia van uh, Mendieta. Nee, maar het blijft ja. wel een mooie club. <laughs> is Onwatch eigenlijk binnengekomen? Is dat nu gelukt voor Gink? Nee, dat is uh, mislukt, nee, dacht uh, ik. Uh, uh, ik had dat gisteren en eergisteren toch gelezen dat het volledig. Uh, 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 dat hij er heel slecht van was dat het niet was gelukt. Want Southampton. Hij zou naar een uh, andere uh, ploeg uh, gaan. Dan. Ik denk Trapzon. Dan, dan zal het zijn. Ja, maar. Maar. ik durf. Maar ik dacht dat het zou. Ja, jammer. Ja, doodzonde. Die had de competitie echt nog een extra boost gegeven. Het is Trapzonspoor waar hij naartoe gaat. Ja, is het zo. Wat ik, ja, je, ziet, je ziet elke transferzomer heeft zijn eigen verhalen. Wat ik ergens uh, heel opvallend vond, is het einde van de, de cyclus bij Union. En zo drastisch, zo fel. En Union, dat da ook uh, zoals Brighton geld begint te verdienen op de transfermarkt. En plots heel veel geld begint te verdienen. He, dus dat Europees voetbal van vorig jaar heeft een enorm verschil gemaakt voor de transfermarkt. Zij kunnen plots spelers gaan verkopen aan Leverkusen voor veel geld. Uh, Senneline gaat gewoon in de Bundesliga voetballen voor veel geld. Allee, dat vind ik wel een heel opvallend verhaal, dat blijft. Kijk wie daar allemaal weg is, als je het oplijst. Uh, Boniface, hm. Thomas van der Heijden, Nieuwkoop, Lienen. En voor veel geld. Ja, helft is, van daar de goeie... de helft van die starters ja. zijn weg. Ja. Ja, dat is echt wel de basis van de, de ruggengraat van die ploeg, die gewoon vertrokken is. Hè? Het ding is, de Unie is misschien de enige ploeg bij wie dat, dat kon, waar dat we zoiets van hebben van, die gaan we al vervangen, want zij hebben het al gedaan. Ja. Ay, niet in die mate nog niet, maar ze hebben... Het zou straf zijn. Ze ah, hebben al veel gasten laten maar. gaan in het, in het vervangen. Dus je hebt vertrouwen in het project. Ja, ik heb, ik heb, als ik naar Union kijk, weet niet of je dat als makelaar ook hebt. Daar heb ik, mee, heb ik echt het gevoel van van top tot teen in de organisatie: hebben ze daar zoiets van? Dit is de strategie en we werken daar niet van af. Ik vind dat daar heel goed gewerkt wordt. Ik vind dat dat, en ik vind dat daar heel weinig over gezegd wordt: hoe goed dat daar gewerkt wordt. Ik vind, die Chris Loflin. daar is eigenlijk nog niemand die daar iets over zegt, maar eigenlijk ongelooflijk wat hij allemaal doet. Ik echt. Nou, hallucinant dat hij nog bij Union zit, maar al respect voor Union, maar eigenlijk als je de afgelopen drie jaar bekijkt, is fenomenaal. Oh, hoe doen ze dat dan? Want die betalen niet veel. Dus ze kunnen nu wel meer en meer betalen, maar toen die in 1A kwamen, dat was echt heel beperkt. En ja, want kijk, Senneline, met, met al respect voor Sanaline, want drie jaar geleden hadden we dat gezegd, had ik dacht, oef, nooit van Rijden, hetzelfde. Dus dat is echt geweldig getransfereerd. Ja, die kon iedereen ophalen. Ja. Die kon iedereen gaan halen, want die denkt zelfs dat Lien op een moment op de bank zat in Keukenkampioen ja. ja. Bij Boniface hadden er veel twijfels over, maar als je nu kijkt in Bayer Leverkusen, zit die ook al te ontploffen. Het is gewoon een geweldig gewerkt punt. En ik denk, ja, ik vind dat daar heel weinig complimenten naar, 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 naar toe gaan. Ik denk dat die een beetje waarschijnlijk onderbelicht zijn. Maar, maar binnen ja. de voetbalwereld gaat nu toch alles en iedereen proberen in die interne keuken te gaan snuffelen. Iedereen wil nu toch ja, dat ik, geheim gaan stelen. Ik heb heel veel het gevoel dat daar de cultuur dermate goed zit. En je hebt zo bepaalde clubs. Je hebt dat bij Atalanta. Er is een cultuur en er wordt niet meer geld gegooid, er wordt gewoon goed gewerkt, hard gewerkt. Uh, allemaal bescheiden jongens die allemaal goed uh, met, met hoofd op uh, de schouders. Die weten wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen. Verstandige jongens. En als die jongens dan vertrekken, zie je ook vaak dat het niet zo makkelijk is. Dus je hebt dat met Atalanta. Uh, Brentford en Brighton vind ik ook. Brentford, uh, Brighton. Uh, Lance heeft daar ook een beetje zo die cultuur ja. van kom op. Allemaal hard gaan en, en heel verstandig. Ik zag van het weekend Union Berlin, Cercle Brugge begint dat nu ook te krijgen. Dat zijn allemaal jongens, dat zit goed aan elkaar. En dat is een groep, dat is een cultuur. En, en dus het is gewoon ver... als je nu ziet spelen, dan denkt er nu één voor één, ja, niet speciaal. Maar als je ze ziet samenspelen, dan denk je oef. Goed. Maar in aankoopbeleid zit dat toch gewoon in talent, van figuren. Dat zit toch in mensen? Dat zit in offeren, ook, denk ik. Dat is ik, een hè? mens, je kunt die gaan kopen. Je kunt die weghalen en zeggen. Hey, die kunnen weghalen, ja. Ons. Maar ik ben benieuwd. Ja, als je, ik, ik dacht, Mazoe vertrekt, dat valt in elkaar. Ik dacht, Gerard vertrekt, dat valt in elkaar. En dat valt niet in elkaar. En die spelers vertrekken, dat valt niet in elkaar. En bij Atalanta is dat ook zo. Die verkopen elk jaar hun beste. En dat blijft draaien. Dus uh, de, ja, de key figures, figuren zitten daarboven. Dan. Dat is de cultuur van de club. En ik denk dat je dat niet mocht onderschatten. Als, als je cultuur en, en je processen te goed zijn. En tegenovergestelde zie ja, je ook bij een club zoals Chelsea bijvoorbeeld. Ja, voilà. dat, is, dat is exact tegenovergestelde. Ja. Klopt. Ja. En uh, Manchester United ook, denk ik. Ja. En ik denk dat in, in een cultuur van stabiliteit spelers die toekomen ook beter kunnen presteren. Dus ja, het gesprek dat we hadden: van ja kijk we kijken daar naar. Ja, hoe stabieler een groep is en hoe stabieler een club is, hoe makkelijker geïntegreerd ook in die club. En hoe makkelijker het is om te presteren, omdat iedereen goed weet wat, wanneer, waar en hoe wordt dat hier gedaan. En ik denk ja. dat dat gewoon duidelijkheid is echt. En ja. Unions is heel duidelijk. Uh, en, uh, ik, ik heb nu op dit moment geen enkel speler bij Union, dus ik kan dat zeggen. Ik vind dat daar echt geweldig gewerkt wordt. Ja. Oei, als je niet op de datalijsten van Union komt, uh... nee klopt. Ja. <laughs> heb je dan wel goede spelers in uw portefeuille? <laughs> <laughs> maar ik moet zeggen, als Chris met belt, dan zit vaak van spelers dat ik denk, ah, tja, dat, dan, dan zit die data of dan zit daar toch wel iets achter. Dat, dat zijn spelers die niet door alle clubs dan uh, echt gewaardeerd worden. En Ik vind dat dan wel interessant om te weten. Je dat zelf ook? Ben je daar ook mee bezig? Spelers in uw je nu bestand krijgt eigenlijk? Of? Nee, wij groeien vooral via doorverwijzing, dus wij zijn niet echt bezig met wie past waar of hoe. Wij zijn niet actief want het... nee, nee, daar zijn Je koudt wij... niet naar spelers voor u. Nee, ja, bij jonge jongens wel natuurlijk. Ja, bij de echte jonge jongens moet je erbij zijn, want anders heb je al de makelaar op een vijftiende waar waar eigenlijk nergens op slaat. Maar bij de oudere spelers komen altijd binnen via andere spelers. Dus, uh... um, bij Antwerpen ook nog een late transfer. Wijndal die komt erbij, nieuwe ja. linksachter. Het uh, toptalent van AZ bij Ajax wilde het niet helemaal lukken. Nu nieuwe kans onder Overmars bij Antwerpen. Ik ben heel benieuwd wat die gast gaat laten zien, want dat hij talent heeft, dat is duidelijk. Ja, dat komt wel. er gewoon nog niet helemaal uit. Nee, want het is, gek, het is een van de weinige transfers tussen ja, twee ploegen die, die hoog staan aangeschreven in een eigen competitie, waarin dat iedereen blij is. Want ik heb zo de indruk dat er heel veel mensen bij Ajax wel zoiets hebben van goed. De supporters zeker. Ja, de supporters bij Ajax heb ik, heb ik helemaal het gevoel van, oei, dat is precies geen goede speer, terwijl. Iedereen weet dat dan een goede voetballer is, dus misschien was er ook gewoon, ja, zoals cultuur misschien een breuk of zo met hem in de club. Dat weet ik, ik niet. Denk dat hij had een mentaal ja. probleem he, bij Ajax. Ja. Deen in Antwerpen heeft wel iets aangedaan. Heeft Avila met alle respect, hadden we zes maanden geleden gezegd dat hij Avila naar Ajax kon verkopen. Dat had ik nee. nooit gedacht en dat je dan wijndal in de plaats krijgt, dan heb je gewoon heel goed gewerkt. Want volgens mij is dat meer kwaliteit dat je binnenkrijgt, Waarschijnlijk veel goedkoper en kopen en duur verkopen van Avila die ik ook nog moet zien uh, overtuigen bij Ajax. Maar ik ben heel benieuwd hoe die daar gaat passen. En een heel rare transfer. Maar bij van ah, Paul Gijsens, de grote, de grote Champions League-transfer, die is er niet gekomen. En nog die we had hebben, ik misschien hey, we wel hebben, verwacht. We hebben nog... We hebben nog uh... Dus Overmars heeft toch iets van invloed op die Gijsens. Hè? Overmars heeft, heeft toch iets van Paul. Dat gaan we niet doen. Wacht. Ik, ik zal wel beslissen. Een ik had paar, gedacht een paar uur, Evert. Ja. <laughs> Je ja, weet nooit wat er gebeurt in Ik dacht echt, ik hij gaat dat gewoon geld. zeggen, ik wil één grote. Zeker omdat Stengs dan niet kwam, dacht ik, ze pakken gewoon een grote naam. Maar ze hebben al wel... Dat, ik, was ook, ik, was ook, ik was naar de kern aan het kijken straks en ik dacht eigenlijk van... Op op flank na hebben ze overal wel grote namen staan. Aye. Ja, ze hebben een goede ploeg. Op middenveld ja. hebben ze uiteindelijk toch wel miljoenen moeten investeren in Keita. Voor de om prestige van de voorzitter, dacht ik toch. Dat ja, gaat dat ik toch doen. Is ik denk dat dat misschien nog altijd is. Ja, dat dat genoeg is. En Bute niet verkopen is in dat, in dat opzicht ook wel ergens denk En ik... vermeren niet verkopen. Ja, vermeren zelfs niet, niet moeten verkopen. En Jansen niet verkopen. Ja. Dat zijn eigenlijk heel goede transfers door dat ze blijven. Gent, wat vind je van die zomer? Ja, wat aan AB. Hè. Ik ben grote fan. Ik vind dat een heel goede transfer. Allee, ze hebben wel redelijk veel betaald voor hem. aan een ploeg als Kortrijk. Maar ja, je ziet direct die gastrendeert. En je zag, ik vond dat. Wat je bij Tomiassu ooit hebt gezien bij STVV, dat vind ik dat je bij Watanaabe ja. ook ziet. Volgens mij kan die bij elke Belgische ploeg top zijn. Direct, meteen. Ik vind dat een hele goede transfer. Pas bij Gent. Ja, nu, ik vind. Ik, ja, Gent heeft, heeft uh, altijd, vind ik, een beetje gekke transferzomers. Uh, die, die pakken soms heel veel. En dan en, en een paar zijn heel goed en een paar hoor je niks niet meer van. En deze zomer vind ik het beter. Die brown. Impressionant. Ja. B, impressionant. Ja, ik vind het, Ze hebben echt een heel goede zomer gehad, vind ik. Ik had zo misschien nog wel het gevoel dat er mag nog één middenvelder bij mag. Ja. Dat, uh, dat de zal hij ook stago, geen nee tegen gezegd nee. hebben. Maar de ploeg staat goed he. in het feit ja. dat ze die twee voorin, zoals je net al zei, niet hebben moeten verkopen. Ja. Ook, als je die twee kunt houden. Oef. Ja, dat ook is ook goed voor de continuïteit, uh, waar je het daar net over had. Stijn, dat is ook iets uh, zo vast. belangrijk. De enige rare daar is uh, Castromons naar Runeau. Die had ik niet zien komen. Maar die zat dan precies allang uh, wel tegen de schenen van Gent te schoppen: van ik wil absoluut weg. Ja, maar Die kon ook naar de Bundesliga en die, die kon naar Liga, als ik het goed begrepen heb, kies je voor hun. Het project. Misschien zal het hem ook aangesproken hebben. Ja, ja. Maar, ja ik vind dat ja, toch bijzonder. Je kan dat misschien beter inschatten: als er nu echt een ploeg 25 miljoen netto op tafel had gelegd voor Orban, was die toch weg. Dus dat is toch teken dat dat niet gebeurd is. Ja, maar Orban heeft ook maar zes maanden gepresteerd. Hè? Ja, maar het gaat zo snel tegenwoordig. Ja. Om de, ja, ik denk dat ze dan de prijzen van Jonathan David in gedachten nou, ja, hadden. Dan zit het toch naar de dertig te gaan. 30 miljoen. Oh, het is Wat. niet gekomen, hè, het bot. En er moet toch iets... Ik, ik ken de jongen absoluut niet, maar er moet toch iets zijn dat niet helemaal 100% is? Want anders zit hij toch niet op de bank nu. Of wel is er met die transfer van alles gebeurd, dat weet ik natuurlijk ook niet. Het is een speciale... Het is en blijf, uh, blijft Hein, hè. Je weet nooit, de, de wegen van Hein ja, we kunnen ondergrondelijk zijn. Gift is een speciaal man, hè. Dat weten we al wel. Dat is he? al heel duidelijk, ja, voor mm. een heel lange tijd. Kijken kijk, clubs daar ook nog meer naar dan dat we denken naar welk profiel heeft hij in de kleedkamer? Speelt uh, dat, dat mentaal? Dat je niet mag onderschatten uh, hoe vaak clubs naar mensen bellen om die check te doen, naar ploegmaats, naar makelaars en niet met één iemand, maar met verschillende mensen. Ja. Sowieso, ja. Uh, wat terecht is. Ja, een background check moet je doen. Uh, natuurlijk, een background check is altijd gevaarlijk, want mensen die mensen kennen, ja. Dan echt slecht spreken. Dus dat is ook niet makkelijk om een goede background check te doen. Ja. Ja. Ja, als er een bepaalde persoonlijke, uh, persoonlijke veten is, dan, dan wordt het dan moeilijker. Uh. Um, Genk, wou ik het ook nog heel even over hebben, want ja, ze hebben een paar spelers binnengehaald die belangrijk kunnen zijn voor hun ploeg, maar het opvallendste blijft dat Mike Tresor uiteindelijk toch vertrokken is. Ja, jammer. Wel jammer. Voor de competitie, hè? Ja, en... ja, voor Genk zelf, maar voor de competitie toch ook dat we zo'n speler kwijt zijn. Ik weet ook, ja, nee, ik vind dat echt. Zeer jammer, want die heeft eigenlijk ook maar te kort kunnen shinen. Die was nu eindelijk terug in zijn element. En dan een fenomenale voetballer op ons niveau. Met een technisch overwicht. Maar ik, ik zie niet die fysieke dominantie of zo. Dus ik, ik, vind een, ik begrijp dat iedereen naar de Premier League wil. Maar je hebt al genoeg voorbeelden. Zij hebben een goed voorbeeld met een vlak voor hun. Dat dat toch niet zo simpel is. Dat is zeer weinig gegeven. En net Tresor... Vind ik het een hele gevaarlijke om onder in de Premier League te gaan spelen. Alleen bij Genk had hij dat de kampioenenmaker moeten zijn. Maar het probleem is ook, als je het goed doet in België, is het heel lastig om naar een andere competitie nog te gaan dan Premier League. Want die, die maken gewoon elke transfer kapot van een niet Premier League club. Als je, het gaat altijd over minstens 20 miljoen en voor 20 miljoen is voor hen niks. Maar ga naar Duitsland, ga naar Italië, 20 miljoen is echt heel veel geld. En zijn er misschien maar vijf, zes clubs buiten Engeland die dat kunnen betalen. Dus zo'n jongen als Trezor die, die, die heeft eigenlijk de pech dat hij op de radar staat van Engelse clubs. Eh, waardoor hij gewoon overprijsd is en niet meer bij de juiste clubs kan terechtkomen. Ik zou, ik zou hem veel liever bij een Bayern Leverkusen zien spelen dan dat ik hem bij een Bernie zie spelen. Maar Bayer Leverkusen gaat dat soort bedrag niet betalen. En ik denk ook niet dat hij heel hard stond te springen om naar daar te gaan. Dus dat is eigenlijk een beetje ja, de, de Engelse Premier League. Die die veel kapot maakt voor de niet engelse clubs. Door, door die bedragen gewoon voor hen peanuts zijn. Hè. Hey, hoe gaat het daar ook aarden? Want het is al duidelijk, die eerste speeldagen in de Premier League. Burnley heeft het heel moeilijk, gaat het heel moeilijk blijven ja. hebben. Het is een ploeg die wil voetballen. He? Het is de filosofie van Vincent Company. Maar dat is een ja, probleem door is... de kwaliteit die er in die ploeg ook zit. Dat is ook altijd de filosofie van Norwich geweest. Hè. We gaan blijven voetballen. En het is elk jaar promotie, Yo, degradatie, promotie. We hebben nu eens een keer geen promotie gehad. Maar... Ja, als je dan mooi voetbal wilt spelen en je hebt, je hebt geen Kevin de Bruyne en geen Bernardo Silva's in de ploeg lopen, ja. succes, dan gaat het al zoals Brighton moeten zijn: van echt zo goed de juiste spelers halen. Maar het is misschien ja, iets te veel uh, uit, het, uit het eigen contactenboekje de spelers aan het gaan halen, heb ik in de indruk. Ja, zij werken echt op, op basis van data, met, met Lee Mooney, als ik me niet vergis. Dus dat is echt een datasysteem, dus dat is allemaal wel bekeken. En, maar het, wat mij verontrust is dat qua, wat ik een goede speler vind. Die geen basis is bij anderen, wel basis is bij hen. En ga je daar dan mee overleven in de Premier League? Nee. Ja, pas op. Ik denk dat er nog andere slechtere clubs zijn. En ik, ik denk dat, dat Company ook wel ja, heel goed weet wat hij doet. Maar ik vind dat hij heel veel aanvallend gekocht heeft. Terwijl verdediging in het middenveld toch wat breder mogen zijn, denk ik. Ja, maar nogmaals, hij, 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 hij kent de Premier League beter dan wij. Dus wie, wie zijn wij ja. om daar iets van te vinden? Maar hoe gaat hij zo daar aarde, denken jullie? In die ploeg? Ja, maar het is een beetje zo. Een, een dubbeltje tussen een kuifje in Wonderland en, en een slechte, allee, of dan moeten we nog afwachten, een Belgemop. Toch? Wat Company daar doet. Dat is toch enorm opvallend. Ik vind ook, allee, ja, ja. hij haalt meer dan tien spelers uit de Jupiler Pro League. Nee, dat is toch. En niet wow. de grootste namen. Waanzinnig risicovol van company. Maar Dat, dat heeft hij vorig enorm... jaar ook gedaan en vorig jaar heeft hij een fenomenaal seizoen gehad. Dus die gepromoveerd die... met Benson en Zaruri en, en al die... Ik vind als hij zich redt, he? heeft hij weer een fenomenaal seizoen. Ja. En ik... ja. en maar toch enorm risicovol hebben. als trainer. Om je zo voor eigenlijk je eigen wereld... Eh, je brengt eigenlijk je eigen wereld mee naar Burnley. Ja, maar is dat net niet het minste risico pakken door spelers te pakken die je door en door kent? Ja, ook fijn. Hij heeft veel krediet opgebouwd door... De titel en door de manier waarop ze die titel hebben gewonnen oh. in de championship. Nu, hoe lang gaat dat krediet er ja, zijn? Als ik... ze na 15 speeldagen. 10 punten hebben, je dan, dan wordt het al iets helemaal anders. Nee, de tijd dat ze ook hadden, ik denk dat ze op de tweede spel op Luton Town moesten spelen en dat die match niet doorgaan is. Want ja, als, ja, de, als je daar al drie punten kunt pakken, dan staan we wel even gerust. Dus ik, ja, die druk zal alleen maar toenemen. Maar ik denk dat er andere clubs zijn die minder goed zijn dan dan Burnley. Ja. Ja, voetballend, zeker. Ik allee, ik zie compagnie op lange termijn zeker goed komen en wie weet, hij heeft een heel lang contract getekend, hè, dus wie weet. Zijn ze daar vooral bezig met lange termijn en kan nog eens een degradatie uh, niet erg zijn? Dat kan. De vraag is ook hoe lang dat er daar blijft, hè? Voor hij een stap hoger opzet, wil je zeggen. Ja, hmm. want uh, ja, uiteindelijk. Voor de je wil je een stap hoger ploeg... opzetten voordat je hebt bewezen dat je het kunt? Maar door die titel heeft hij ergens al wel bewezen dat hij met de beste ploeg dominant voetballer is gaan spelen. En ja, dan. Voor de Belgische ploegs het... niet ploegen... goed zijn, hè? Want nee. hij pompt enorm veel geld in de Belgische markt. Hè? Dus ja. de Belgische ploegen zijn zeer blij met hem bij Burnley. Ja, toch? Dat 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 en als hij bij Man City zou zitten, wordt dat moeilijk. Want hoeveel spelers uit onze competitie kan hij naar City halen? Dus blijf maar bij Burnley. En Elias Kobout is eind volgend jaar te koop voor dubbele cijfers. <laughs> Oké. <Okay. Goed. laughs> uh, Trezor is een van de vele rode duivels die van ploeg uh, zijn veranderd deze zomer. Uh, ik heb het even opgelezen. vijftien van de meest opvallende namen. Trezor is er één van. Maar dan Romeo Lavia. Jeremy Doku, Luis Openda, Timothy Castanje, uh, Dodi Leccebacchio, Olivier de Man, Kaminski, Lukaku, Tielemans, De Ketelaren, Salamakers, Carrasco, Lokonga en Origi. Alleen De Bruin en Courtois zijn niet van ploeg veranderd, precies. Het is echt tijdens. wel zot, die lijst. Ja, daar zit een van de mede schuldigen <laughs> eigenlijk. Toch? Ja, van die lijst hebben we er drie. Ja, ja hoe komt dat? Nu er zijn er ook, waarvan ik, waarvan ik had verwacht dat ze zouden vertrekken. Onana had ik ook wel eigenlijk gedacht, ja. die gaat misschien ook wel een stap zetten. Um, ja, hoe komt dat? Ik denk dat we met een nieuwe generatie zitten, die, die gewoon ook geweldig is. Um, en, en wat ik wel merk is dat uh, ze gaan steeds jonger voor hoge bedragen. En clubs wachten niet meer zo heel lang. Uh, dus Lavia, Doku, uh, die zijn nog vrij jong, maar die, die, ja, die gaan dan toch vrij snel voor hoge bedragen. Dus. Ja, Lavia 62 miljoen, Doku 60. Ja. ja. Dat is een waanzin eigenlijk. Maar dat is de Premier League ook weer. Ja. Hè? Altijd eigenlijk delen door twee. Ja. Nee, ik doe dat toch? Dan, dan dus weet al ik al bijna zo zou het vijf jaar geleden geweest zijn. Ik ja, het misschien wel. Ja. In Engeland is het al bijna door 3 ik. ik vond het opvallender het bedrag dat Leipzig betaald heeft voor Openda. Uh, ja, maar op de spits was het heel moeilijk. Hè. Uh, en ik denk dat Leipzig. En nu kan ik dat zeggen, maar op het moment dat ik met Lanz aan het onderhandelen was, had ik dat niet gezegd. Maar ik denk als ze nog wat wachten. En er komt Milan komt erbij, Juventus komt erbij, Inter komt erbij. Alles ook allemaal spits. Uh, ja, dan gaat die prijs serieus omhoog. Dus ik, uh, ik, ik heb heel hard geknokt om die prijs omlaag te krijgen. Maar eigenlijk, denk ik, als ze wat meer wachten, dan, dan gaat die prijs nog omhoog. Mensen die dus ik kan luisteren, zien het niet. was meteen met je hoofd aan de Goede spelers altijd naar Milan. Altijd <laughs> Ja, nee. nee ja, dat was de, eigenlijk was dat direct de, de keuze. Dat was Milaan of, of Leipzig. En dat was eigenlijk direct van ja, Milaan. Ik denk ook mede door, door wat Charlotte Ketelaar meegemaakt. Had, dat er zoiets had van. Uh, Leipzig is dan ook weer meer het stabiele. Hè? Ja. Meer uh, al jaren eigenlijk goed werken. En Milan is toch. En Maldini vertrekt dan nog eens met Massara. Dus dat is toch wel hij heeft een fantastische club, maar daar moet je ook echt klaar voor zijn. Ja, hele cultuur Switch toch van het uh, 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 ja. Praat je dan met Openda over dat hij daar de recordtransfer wordt? En dat dan ja, voor, voor Leipzig dat ook een doorverkoopclub is. Je bent de recordtransfer. Ja, het wordt heel moeilijk om die transferprijs nog te gaan ja, ik zeg verdubbelen, maar zelfs allee, naar 60 miljoen te krijgen, voor hem is dat toch enorme druk? Um, ja, maar ik denk dat het moet omdraaien. Ik denk dat Louis het best functioneert in elftallen waar hij heel veel vertrouwen krijgt. Bij Lans was hij ook de duurste ooit. Um, en nu bij Leipzig wordt hij ook de duurste ooit. Wat wel als spits wel het gevoel heeft: van, kijk, ze willen me echt. En natuurlijk is er dan druk. Uh, maar als je het dan twee jaar goed doet met die druk, en ja, dat was eigenlijk het plan met Lans: twee jaar het goed doen, 15 à 20 doelpunten. Als hij dat nu kan doen in de Bundesliga, dan is die, dan is die naar de Wereldtop. En dan weet je dat Leipzig meewerkt. En dan had ik meer schrik van Milan of Inter of, of Napoli of whatever. Dat zijn dan moeilijke clubs. Uh, en nu naar Premier League wou hij ook niet. En ik vind dat ook verstandig. Daar hebben we eigenlijk ook nooit naar gekeken. Dus ik denk dat dat, ja, dat, dat een goed gevoel geeft als je de belangrijkste zijn. Maar dat geeft ook druk. Maar als je op dat niveau komt, dan, dan hoort die druk er ook wel ergens bij. Ik heb toch al wel heel veel druk gevoeld in uw carrière. Tot aan het punt dat je nu zegt gekomen. Ja, voilà, en dat wordt ook geleidelijk opgebouwd. Hè. Het blijft ja. wel gek hè. dat ze bij Club Brugge toch nog wel een keer aan hun hoofd krabben hoe dat, dat allemaal gelopen is. Ja, maar hij is geen speler voor Club hè Raar heb... hè? Toch raar als je op dat niveau zit en je gaat voor zoveel geld naar Leipzig. Zeker de manier waarop Clement speelde was echt ja. niet voor Louis. Dat was gewoon echt zijn ding niet. En ik vind dat, ah ja. Ik, uh, uh, ik denk ook, je, je hebt gewoon spelers die bij bepaalde clubs veel beter passen dan bij andere clubs. Ja. En, en Louis is een heel specifiek profiel. En dat moet ook bij specifieke clubs zijn. Leipzig was eigenlijk de club, als we nu vier jaar geleden hadden gezegd, was de perfecte eindbestemming van Louis. Op termijn hadden we Leipzig gezegd. Dus als die dan komen, dan moet je ook niet twijfelen. Want eigenlijk was de bedoeling pas nog volgend ja, jaar. Maar als al die dan snel. toch komen, je wilt die deur niet dicht doen. Uh, dus ja, ik denk dat uh, dat... Ja, voorlopig is het een goede transfer gebleken. Hè? We zijn, het, is, het is nog maar net begonnen. past dus er dus ook wel is... echt. Uh. Uh. Hij past uh. er ook echt. En wat ik me dan nog afvraag bij een transfer van zo'n bedrag, dat is, dat is toch... Kikken, is dat dan ook wel direct champagne met iedereen bij het makelaarskantoor ja. en echt feesten? Van ja, jongens, dit is wel misschien once eens in een lifetime af. Nee, eigenlijk, het is echt heel erg om te zeggen, maar je geniet er niet van, omdat je dan eigenlijk gewoon trekt. En eigenlijk, nadat het getekend is, dan gebeurt er zoveel, dan zijn we al bezig. Nu moet ik morgen naar daar, want ik moet naar daar. En, en, en die speler ook die moet dan naar huis om alles uh, te gaan halen en die moet nog naar uh, Lance om zijn huis op te ruimen. Dat niet tien seconden of een minuutje apart waar je gewoon weet wat je, je hier net veel, gebeurd is. Je, maar je hebt te veel Jerry Maguire in je hoofd. Ja, nee, dan ja, dan ja, ik heb eh, dat eh, ook wel. ook wel of heb je dat ook niet na een transferperiode dat je even zit of met je team kunt? Ah ja, of krijg, je mag hey. kunt zeggen van we hebben het ja. eigenlijk ja. fantastisch gedaan. Ja, nee, maar ik had vandaag al. Ik wist dat er niks ging gebeuren en ik, ik loop nog zo met wat moet er nu nog en je zit zo in die, die flow dat je eigenlijk en, en dat is wat ik, wat ik merk, ook met veel mensen, sportieve directeurs als ik met ze spreek, ze zitten eigenlijk altijd met het volgende bezig, altijd met, en dat is heel jammer, want op zich moeten we daar op dat moment gewoon van kunnen genieten. Uh, maar, ja, het is, het is gewoon ja, die, die, die druk en, en tijdens die transferperiode, ja. En nu komt dat ook niet. Nu is het de grote leegte, nu is het echt... Pooh. Nu moeten facturen dus, opstaan. moeten <laughs> <Ja, maar, laughs> facturen maken. Ja, dat hoort Leipzig. Ja. Ja. Dat hoort <laughs> erbij, maar nu is dat echt... Uh, dat is, uh, ja, die, die druk die wegvalt is ook. Dat is. Dat is uh, ja, ik snap dat. dat... Uh, Op Enda geeft u toch een cadeau of zo. Om dat allemaal geregeld te krijgen. Een privéjet? Nee, nee ik, iets, iets persoonlijks. Allee, is... Nee, maar dat, ik verwacht er ook echt niet. Nee? nee, ik verwacht er niks van. Uh, nee, er zijn soms spelers die dat doen en soms niet. Maar eigenlijk, nee, ik, dat was, eigenlijk is het vooral opluchting als dat gebeurt. Omdat je dan toch. De eerste bot denk ik van, van Leipzig naar Lens toe was waarschijnlijk al net de eerste week nadat de competitie gedaan is. En dan duurt dat echt nog 7 acht weken dat je constant ermee bezig bent. Dat mensen op vakantie gaan en je denkt waarom moet je nu op vakantie gaan en dat dat tien dagen wordt uitgesteld die gesprekken. Dus dat is gewoon een proces van dat je denkt we zijn er eindelijk en je zit gewoon dood op en je wilt slapen. Dus het is niet van, ja, je wilt dan uh, drinken of, of genieten. Nee, je wilt gewoon even woe, en dan direct naar het volgende. Ja, het moet ook wel leuk zijn om dan van Leipzig, 40 miljoen, naar Daan Foulon, KV Mechelen te gaan. Ja, maar die reality. Die zijn even, <laughs> ja, maar die zijn even moeilijk. Hè. Ik bedoel, de mensen denken van, ja, zo'n grote bedragen, dat is het moeilijker. Uh, maar Leipzig, weet, weet ook, die hebben veel geld, dus die kunnen ook wel duwen. Uh, het, is, het is moeilijker om... Uh, Bijvoorbeeld Elias Kobbout van Parma naar Mechelen te krijgen, dan zitten we met heel andere budgetten en met veel meer beperkingen. En dat zijn dikwijls de, de moeilijkere transfers. Ja, Ronaldo heeft Mendes ooit een privé-eiland gegeven. Dus. Ik wacht. Kijk, <laughs> dan moet je hem naar Al-Nasser sturen, denk ik. <laughs> ja, maar nee, er is geen. Nee, het is, er is wel de vraag geweest vanuit Saudi-Arabië, maar dat was eigenlijk trek nee. Dus daar heeft hij niet over willen nadenken, Louise. Ja. Milan is het dus niet geworden, Gilles? En de Belgische enclave bij Milan is sowieso wat kleiner geworden. Het is, uh, het is bijna helemaal gedaan, denk ik. Echt... Want Aster Franks hebben ze de huur niet, niet gelicht. De ketelaar wordt dan verhuurd met een optie aan Atalanta. Wat ik van, van Milan uit geen slimme zet vind. Want ze gaan, er, we gaan hem kwijtraken. Ah Atalanta gaat hem overkopen op zijn doen Het is meteen een andere de ketelaar die we daar zien. Ja, ook, hè? dat is zoals Stijn zegt. Je zit in een ploeg waar. Hij zei dat zelf op de persconferentie bij de Duivels ook: van, dat is een ploeg die bij hem past. Gasperini is ook iemand die vanuit een jongen met een goede kop. Twee seizoenen het maximum uit kan halen en dan kunnen we naar ergens anders gaan. Nu um, is er nog Zalemakers. Die was uh, aan de uitgang, die is nu ook verkocht aan, um, verhuurd aan Bologna. Gehuurd ja. aan Bologna, want ja. dat was ook Real Betis was er nog. En uh, Origi is dan verhuurd aan uh, Nottingham Forest, als ik me niet vergis. En ondertussen zijn half uur uh, helaas vertrokken. Ja, Origi vind ik ook opvallend terug naar de Premier League. Uh, jammer voor hem dat het bij Milan niet gelukt is. Ja. Ik ben heel benieuwd of die terugkeert naar. De Premier League, hoe dat gaat gaan. Zijn terugkeer naar Enfield gaat alleszins fantastisch worden. Of hij nu goed speelt of niet, die gaat daar ja, ongelooflijk avaties. onthaald worden. Ja, dat is een staande novatie. als hij ja, aankomt, wat hij allemaal heeft bewezen. Voilà, jammer, ja, bij, bij Milan is het niet gelukt ook, omdat altijd zo op de foute momenten gebracht geweest. En ook als je niet een heel jaar fit bent als invaller, ja, dan, dan weet je dat al, al, al heel moeilijk gaat worden om, om je stempel te drukken. Dus ja, ik denk dat. Het zijn vier heel verschillende verhalen wel van, van de Belgen bij Milan, maar het is. Het is dus denk ik het beste voor hun eigen carrière is ook dat ze op deze moment uh, weg zijn. Ja, minuten krijgen ook natuurlijk. Hè. Origi die, uh, moet minuten krijgen. Het is een beetje hetzelfde als bij okay, Leeftijd, is anders natuurlijk. Sambi Le had ook minuten nodig. Die moest weg bij Arsenal. Ja. En dit, wel een goede optie denk ik. Hij gaat daar, gaat daar veel spelen bij Luton Town. De bedoeling is dat hij daar alles speelt natuurlijk. Um, ja, de enige bezorgdheid was Ja, het is. Degradatievoetbal, dus dat is het enige. Maar de, ja, in de Premier League blijven was wel eigenlijk een van de doelstellingen. Eh, we hadden lange gedacht dat het Burnley zou zijn. Dat is het dan uiteindelijk niet geworden. Er waren ook nog wel andere clubs. En dan is het altijd wachten tot op het einde van ja, wat wordt er nu concreet wordt. En dan te schakelen. En dan, en ja, denk ik dat die Ja, pas op, met Nakamba. Uh, die Chong zit daar. Maar ah, ik vind dat wel een mooi middenveld. Uh, Zee, dat is, wel jammer dat Burnley niet gelukt is. Alleen een hereniging met, met Company was ook wel mooi. Ze eh, hebben dan Bergen gekocht. Uh, omdat ze dan uh, Albert niet konden kopen. Ik denk dat dat ook meegespeeld heeft. En Bergen kopen is natuurlijk ook een goede transfer. Dus daar kan ik weinig van zeggen. Dan was dat toch nog misschien mogelijk op het einde, is dat niet gebeurd. Um, maar ik denk dat Luton Town met dat middenveld, ik denk dat ze misschien iets te veel Championship spelers nog hebben. Maar op zich, uh, ik vind dat Kamba, uh, uh, Lokonga Lokonga. Ja, die... wel een mooi middenveld. Allee, Lavia is een, is een ja, goed zo. voorbeeld. Ja. Hè? Je, kan, je kan degraderen uit de Premier League en een waanzinnige transfer maken. Dus. Gewoon je kop laten zien in de Premier League en zelfs bij een, een mindere ploeg uitblinken kan voldoende zijn om de volgende stap te zetten. Hij moest gewoon spelen, punt. Dat is ja. logisch. En ik, over Milan, het is heel moeilijk blijkbaar voor België om echt uit te groeien tot, tot een topper in de Serie A. Dat blijft een maar fascinerende competitie. Serie A competitie. moet je klaar voor zijn. Hè? Kijk, ja. kijk, vanuit het perspectief van Dries dan, die slaagde ook niet de eerste twee jaar. Hè? Die oh. heeft ook moeten knokken. Hè? Op de bank zitten voor Insigne en invallen en is eigenlijk per ongeluk, door dat Sarri helemaal spits zet, dat hij helemaal doorontwikkelt. En je moet wel een mentale volwassenheid hebben om klaar te zijn. Zeker voor Milan, om zeker voor het Italiaans voetbal. Dat is echt. Hey, heel veel Belgische spelers denken: hey, je volgt Serie A meer dan mij. Maar het is gewoon een heel moeilijke competitie. En je moet. Ja, om in Italië in een kleedkamer te komen, dat is niet makkelijk. De Italianen zijn een beetje onderling en, en, en zijn een beetje eikels naar buitenlanders. Dus je moet. Ja, Hier in, in, uh, in België. Hij heeft de laatste jaren toch veel gehad? Op, 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 bij alle degradatieploegen. Nee, inderdaad. Maar ja, met Cyril Dessers was er op zijn 22e ook niet klaar voor. Want uiteindelijk denk dat hij zes of zeven goals gemaakt heeft. Dus dat hij dat wel kon. Maar die is ook al is iets wat hij al meegemaakt heeft in zijn leven. Oh. Uh, Sino van Heusen is daarin opgegroeid. Dus die wist wat het was bij Genoa. Um, Dries, ja. Die is ook gehard. Doordat hij eigenlijk altijd heeft moeten knokken. Gewoon vanaf dat hij 15, 16 is. En ik, en ik denk, ja, als ik dan kijk naar, naar, naar Charlotte de Ketelaar, ja, ik bruggen altijd in een veilige omgeving. En dan naar het harde Milan, dat is gewoon superlastig. lastig. Dat is geen gewoon... welkome omgeving. Nee, misschien moet je dan zeggen, van, ja, dan, je moet het daar twee of drie jaar volhouden, maar je moet het ook kunnen volhouden en je moet er ook voor gemaakt zijn. Maar bijvoorbeeld zo'n zo Dessers, zou je dat nu opnieuw doen? Ja, omdat Seriel absoluut die... Ja, eigenlijk van in Herakles wilden we naar een top 5 competitie. En de, dan hadden we met Heracles Saltavigo dat is afgesprongen. Uh, en dan uiteindelijk ja, was het de enige optie in een top 5 competitie op dat moment, en we wilden ook niet het risico pakken. Wat een om te moeilijke transfer, toch? Dat weet je toch een om even... daar te doen Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar dat wisten we op voorhand dat dat kon mislukken. Maar ik moet nu wel zeggen, Cyril zegt: wel, van, als ik nu terug zou komen naar België, dan zie je pas hoe goed het Italiaans voetbal is, zelfs op het niveau van Crimeuse, hoe goed het daar verdedigd wordt, hoeveel moeilijker het daar is. En ik denk dat. Ik vind dat sommige Belgische jonge spelers wat arrogant zijn als ze denken ik doe het goed in België, het zal daar wel makkelijk zijn. Het niveau is in Engeland, Italië, Spanje is gewoon een pak hoger. Ja, is heel hoog. Ja. En je moet er mentaal klaar voor zijn. En je, moet, je moet sowieso een hele goede voetballer voor zijn, maar je moet ook nog eens persoonlijkheid hebben. En dat is, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. De twee duurste mannen, Doku en LaVia, twee jonge talenten. Snap jullie de redenering van LaVia? Uh... Die kon naar Liverpool. Maar hij kiest voor Chelsea waar ze een al heel veel geld hebben uitgegeven, en spelers op zijn positie hebben. En net iemand voor nog meer geld hebben aangekocht op exact dezelfde positie. Ja, ik vind het als speler gek om naar Chelsea te gaan. Want zoals je het zegt, elke positie zitten daar drie spelers. daar hebben ze op rechts drie gasten. Op linksbuiten hebben ze drie gasten. Ze hebben, ik denk enkel in de spitsen niet. Maar wat kan dat dan geweest zijn? Misschien als ja, hij fan is. Nee, wat ik, wat ik gehoord heb, is hij wou altijd naar Liverpool. En helemaal op het einde is Liverpool uh, naar KC beginnen overschakelen. Ja. En dan had hij het gevoel: eigen hey, gasten. En ze hebben daar meer dan een dubbel voor gevoeld. jullie hebben mij altijd gezegd dat ik nummer één ben. En nu zie ik dat hier gebeuren. Ja, dan heb je wel iets. Ik weet niet of het waar is of dat, dat kan ook door makelaars gestuurd zijn. Maar dat is het verhaal dat ik hoor: dat hij uiteindelijk toch nog gedraaid is. Want eigenlijk wou hij naar Liverpool. Wat ik ook persoonlijk een verstandigere keuze zou vinden, maar... Daar zou hij toch al... daar zou wij alles gespeeld hebben? Ja, maar... is daar de enige zes dan ook, hè? Je moet, het is wat ik zeg, je moet dat ultieme, Als je zo'n transform maakt, moet je echt voelen van ik word hier absoluut gewild. En je kent elkaar nog niet gewoon als dat de vertrouwen gebroken wordt... Ja, dan spelen er ook nog waarschijnlijk andere belangen en dan, worden toch, dan begin je toch na te denken, is het dan ey, Dat is puur emotie, hè. Op dat moment, dat is niet meer rationeel voor zo'n jongen, hè. Maar staat je zijn de twee... keuze naar Chelsea voor Chelsea? Want zou... is, daar is hij, was hij ook niet de eerste keuze. Want ik zou het nooit het doen, maar als je in Liverpool op een bepaald moment in een conflict komt en het lukt niet of er gebeurt iets waardoor je zegt, daar is de deur dicht, ja, dan is het Chelsea of niks, wat kies je dan? Dus ja, ik denk dat dat... Ja, je niet Moet je daar niet je trots opzij zetten? En even rustig... Uh, in een kamer gaan zitten, nadenken, praten met je familie, met je makelaar. Oké, okay, wat is nu sportief wel de slimste keuze? Ja. Ondanks dat ze je vertrouwen hebben gebroken, en dat dat misschien iets persoonlijks is, dan moet je dat misschien... Want Klop heeft ook zijn vertrouwen niet gebroken misschien? Dat weet ik, ik niet. Ja, ik weet niet wat er... Ik, ik, ik zeg maar, dat is wat ik hoor, hè. Maar ik, als ik vanuit mijn eigen perspectief praat, dan wat we altijd doen is data-analyses. En, en echt bekijken van, kijk, hoe, hoe zit dat? En heel objectief proberen te kijken, wat is de beste keuze? Maar dan gebeuren er dingen waardoor er plots zot van emotie of bol van emotie komt te staan, waardoor je eigenlijk al je rationele analyses... We hebben jongens waarvan we gewoon zeiden van, kijk, dat is het beste voor u Als je daar zo naar kijkt en je toch iets helemaal anders kiest. Pu puur op basis van, van gevoel. En, en wat moet er dan zeggen? Je, moet, je mag die gevoel niet volgen. Dat is ook, ook lastig. Ja. En het is niet altijd dat de ratio het beste is. Hè? Want als je een goed gevoel hebt, is het ook superbelangrijk. Ja, ik vind wel sowieso... Al de transfer van Lavia vond ik wel uh, qua bedrag... Megaloman. Ik was daar echt van verschoten dat dat zo hoog bedrag was. Voor een gast die een hele goede voetballer en een groot talent is, maar wel met Southampton gedegradeerd is en echt niet draaide, die ploeg, vind ik denk wel enorm bedrag. En, allee, algemeen de Premier League, maar zeker ook Chelsea, is daarmee de schuldig aan dat die transfermarkt daar waanzinnig op geklopt is en dat voor die jonge gasten dat lijkt me ook niet meer zo fijn. De transferpolitiek van Chelsea. Om voor dat geld moeten verhandeld te worden, is dat nog tof als jonge gast? Maar sowieso denk ik dat de transferpolitiek van Chelsea iets is dat voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen is. Dat is ja. toch talentenophoping? Toch zien van. Zij maken veel als wij, kapot. Als, als wij genoeg kapot. spelers hebben, dan, dan zullen er elf wel renderen. Ja. En de andere elf die, die verkopen we aan Saudi-Arabië of die, die lenen wij aan Maar ja, ja, ga er hè. dat ga je in hun gezicht ontploffen, toch? Ik hoop het wel, want anders beloont je inderdaad oneerlijke. Op den duur gaan strategie. spelers niet meer willen gaan. Nu zitten ze in die hozen van, ho ho, wat Chelsea, we kopen, we hebben veel geld en kom maar en wij geven contracten van zeven jaar. Maar over twee jaar zeggen ze, ja, maar gasten, oh, laatste jaren, die heeft niet gespeeld, die heeft niet gespeeld, die heeft verhuurd aan Straatsburg, die naar Saudi-Arabië. Het is Dit toch die niet logisch dat die spelers nu nog gaan? Dat, ja. dat snap ik absoluut. niet. Ik snap niet. ook niet dat ik koop. Waarom wordt daar nu naartoe? Wilt ja, ik, gaan. ik vind het onbegrijpelijk. Die hebben ook gepolst op een bepaald moment naar Bart Verheugen, maar er is op geen enkel moment ook maar gedacht dat dat een goede keuze zou zijn. <laughs> Ja. Want wat gaat het daar doen met, met inderdaad, dat is een ophoping van ongelooflijk goede spelers, maar dat is toch geen, geen individueel project of het project. Hey, wat we zeggen van kijk, een stabiele club met een, een achttiental spelers waarvan er twee of drie verdwijnen en twee of drie ingevuld worden, dat is perfect en, en daar is niks van Dan ja. huh? De transfer van Cole Palmer bijvoorbeeld, huh? is er ook zo een die ik niet begrijp. Kost 47 miljoen, ja, 46 miljoen hebben ze daarvoor betaald De gast. die Vorig jaar heeft hij 14 matchen in de Premier League gespeeld bij City 358 minuten. In de FA cup vier matchen 147 minuten. In de Champions League 136 minuten in vier matchen. En dan ook nog in de League Cup drie matchjes gespeeld, 208 minuten. 1 dus goal, 1 assist. Ja, maar daar betaal, betaal je 46 miljoen voor. Maar dat, die, dat is hallucinant. Dat dat hallucinant. Ik denk dat dat je een goede voetballer is, Dat heb talent heeft. gezien. Maar ik heb ook zoiets van. In Chelsea is er altijd, ze zeggen altijd, Cobham is een van de beste academisch. In, in de ja. wereld, zeg je ook een van de betere in Engeland, je dan al zoveel gaat betalen voor een talent van Manchester City, waar dat, wie is er daar doorgebroken uit eigen jeugd? Phil Foden? Hm. That's dat is, it. Dat is het, denk ik, ja. Best yeah. That's it, want er zijn jongens als een Brian Diaz en een Jaden Sancho die vandaar zijn vertrokken en het er is hebben gedaan, maar eigenlijk alleen Phil Foden is daar doorgebroken. En als je zegt, wij betalen als beste opleider of een van de beste opleiders zoveel miljoenen voor een concurrent in opleiding, ja, dat betekent toch ook dat je al weinig vertrouwen hebt in wat er bij u nog rondloopt. Ja, ik vind, vind de, de, het een hallucinant van alles wat bij ja, Chelsea gebeurt. Nou, de Academy van Chelsea geeft daar een verschrikkelijk signaal, denk ik. Ja. Och, dat is toch gewoon zinloos? Waarom, waarom zitten die jonge jongens daar nog hun best te doen? Ik denk dat, dat ja, als je dan ziet wat er daar allemaal gekocht wordt. Want er zal wel een plan achter zitten. De vraag die ik me stel is: gaan die binnen 4, 5 jaar meerwaarde opleveren? Gaat daar een winst op gemaakt worden? Dat hebben ja, ben benieuwd. Ja, ze hebben deze zomer het geluk gehad dat zo jongens als. Kanté en Mendy konden verkopen aan, uh, aan Saudi-Arabië. je kijkt wie er allemaal vertrokken is. Havertz, Mount, Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek, Lukaku... Uh, uh, natuurlijk hebben ze dan verhuurd. Uh, Hudson-Odoi is er vertrokken. De, li ik, de lijst is nog veel langer. Ja, als, je ja, ja. Dat ook, als je effectief op de transfermarkt gaat naar de lijst scrollen. van Chelsea, wie ja, maar che is gekomen en is vertrokken, is het echt blijven scrollen. Er is altijd een argumentatie voor het omgekeerde. Hè? Ook hier uh, zullen Chelsea-fans redeneren. Ja, Het is misschien beter om een cold cut te doen nu, en er doorbijten en inderdaad, die mislukte transfer van de laatste twee, drie jaar weer in één keer allemaal te vervangen en weg te doen. En, allemaal. en over drie jaar hebben we, zijn we gerodeerd met allemaal toptalenten. Zo zullen zij dat zeggen. Dan beter nu in één zomer of twee zomers heel veel uitgeven dan vier, vijf jaar wat minder. En zo is er voor alles een uitleg, natuurlijk. Maar dat zou dan ook weer, dat zou een, daar zou een logische uitleg voor hebben, als je echt toegericht zegt van ja. dit is de ploeg die wij gaan bouwen. Maar je hebt nu twee ploegen gebouwd, en het is. Ik ben ook, ja. ergens, uh, ben ook ergens altijd mee van concurrentie, want dat vind ik bijvoorbeeld Ariel Real Madrid. Daar zit ook concurrentie op dat middenveld. Maar, en daar weet je van, ja, de beste gaan er daaruit komen En de mindere gaan, zoals een Higuain in de tijd, die, die gaan er met, met momenten uitvallen. Maar dit is toch wel heel veel. al die Britse ploegen bouwen toch uh, waanzinnige kernen? Ja, 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 het zit toch, een waanzinnige kern. En Liverpool gaat ook altijd twee, drie toppers op de bank hebben, dus. In dat opzicht, ik vind het bij Chelsea gewoon nog een beetje te extreem. Is, de Premier League heeft ook gewoon zoveel geld te spenderen. En zeker die topclubs die krijgen nog een soort extra ja, kapitaalspush. Die kunnen, die kunnen dat ook gewoon doen. En als je die mogelijkheid hebt, denk ik dat het heel moeilijk is om daaraan te weerstaan. Mijn United is daar ook een beetje aan ten onder gegaan. Eigenlijk het, het te veel kunnen, kunnen uitgeven, waardoor hij heel snel kan gaan wisselen. Als een gast tien slechte matches speelt, koop ik gewoon een andere, want die kan het. Het is niet gemakkelijk, denk ik, zo, om daaraan te weerstaan. Sowieso. Uh, Jeremy Doku bijvoorbeeld, ja, dat is ook een uh, stevig prijsje, 60 miljoen. Maar de eerste match, is dus vorige weekend, stond hij wel meteen in de basis. Ja. Ik had dat niet zien aankomen dat hij meteen ging starten. Ik was wel heel content om het te zien. Dat had ik ook niet verwacht. Ik dacht ook dat hij wel even nog een, een proces zou moeten doorgaan voordat hij echt klaar is. Want in City zijn er ook bepaalde verwachtingen voor spelers op een manier van spelen. Maar die heeft ja, extreme kwaliteiten. Hè. Hij heeft ook gebreken, maar ik, ik, ze pakken hem natuurlijk voor zijn extreme kwaliteiten. En ik denk, ja, hij kan één tegen één, en man aan het schakelen en met snelheid. En ja, ik, ik had gedacht dat hij zo gekocht wordt worden om in de moeilijke wedstrijden waar er wat ruimte is, dat hij daar zo zou mogen invallen. Maar als hij dan direct mag starten, is wel. Hij zegt ook veel over het geloof dat ze erin hebben. En als er ook één manager is waar hij onder kan en wil groeien, dan is het misschien dat Pep Guardiola. En dat hij en Charlotte inderdaad toch zijn de twee beste zijn als het gaat om een toptalent. Nog net iets beter te laten presteren? Dus. Um, ja, ik vind Guardiola een, een, een speciaal man. Uh, ik, denk dat de... <laughs> ik denk dat iedereen uh, ja, dat vindt, ja. Nee, maar dit is enorm, dat is, dit is enorm verergerd. Alleen, hij is enorm gespecifieerd in zijn gedrag de laatste jaren. En nu, ja, ik vind het wel. Het gaat, persoonlijk vind ik zijn gedrag persoonlijk er wat over gaan. Maar qua ploegbouwen is hij natuurlijk de beste van de wereld. En hij slaagt er wel in om. Um, hij geeft ook veel geld uit, he. pas op. He. En hij heeft ook eens uh, een zomer gehad dat hij die backs kocht voor superveel geld en hij stapelde ze ook op, maar de spelers die hij nu aan, nu koopt gelijk, eh, Gvardiol, Doku, eh. hij mikt echt op die en daar gaan ze dan vol voor en die pakken ze ook gewoon voor veel geld en ze laten nu wel veel meer liggen en dat vind ik op zich wel goed. Van City. Matthäus Nunez, ook nog vermelden die hier ook bij is gekomen. Ja. Als vervanger van de Bruinen, ook wel geen onaardige speler die er uh, nog eens bij komt. Ze kunnen het, he. ja. Maar dat is ook, bij hun had ik eerder al wat ik nu bij Chelsea heb, is het soms ook net iets te veel. Ik denk, ah ja, tuurlijk, je wilt in Champions League winnen en je hebt oneindig budget, dan ga je dat ook uitgeven. En ze spelen heel veel matchen. En... Tuurlijk, ja. Mm -hmm. Ja, zwaar. Um, ja, heel veel rode duivels die ook van, plek, van ploeg zijn, uh, zijn veranderd, waar het al genoeg over gegaan is. Uh, over Lukaku is al genoeg gepraat, denk ik. Over Tielemans is ook al genoeg gezegd. Zeker in, uh, in de Kick and Rush-podcast is het daar ook al genoeg over geweest. Uh, naar Aston Villa ook al. Komt hij daar nog altijd maar van de bank? En Lucke vind ik wel nog interessant. Lucke Baccio vind ik ook heel interessant, ja. Omdat, ja, alleen dat duurde zo lang en, en ik dacht, die gaat in juni al een ploeg hebben, toch? Um, dat heeft lang geduurd. Um, wij zijn pas 1 juli voor hem beginnen werken. Wat ook wel raar is om, om op pas 1 juli echt te beginnen te werken. Dus dan moeten we nog al die clubs contacteren. Um, en Sevilla was vrij snel, was er wel sprake van dat het zou kunnen, maar dan moet je eerst uitgaande transfers hebben. Um, zijn er ook nog andere clubs die je nee tegen moet zeggen, dus dat, is, poh, dat was de meest stresserende waarschijnlijk, omdat daar heel veel onzekere factoren zaten. Uiteindelijk, ja, Sevilla is een hele mooie club, speelt Champions League um, en, en ja, is een dominant elftal, normaal gezien ook. En ik ja, eigenlijk wel, hadden we met Dodi gezegd van kijk, als jij een dominant elftal een keer kunt spelen, want mijn herten altijd van, vanuit de omschakeling laag staan, knokken. Ik, zou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan. En ja, dan, dan toch gewacht en is het toch gelukt ermee dat dat gewoon zo lang geduurd heeft. dat er moesten eerst minstens twee uitgaande transfers zijn. Um, en, en ja, dat werd wel beloofd, maar dan hangt het toch wel vanaf dat het ook nog gebeurt. En dan, dan moet je vertrouwen leggen in mensen en de markt een beetje kunnen inschatten en dat geeft heel veel stress. Hoe want, denken jullie dat hij daar gaat doen? Ik ben benieuwd, wel, want dat is wel een benieuwd. ploeg waar dat, waar dat ook wel wat zit. Ik denk dat Soeso daar ook op zijn positie zit. Ja, Soeso speelt ook vaak Centraal. Ja. 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 Die kan ook wel een team ja. komen, inderdaad. Maar ze hebben nu uh, ook meisjes, dus nou was op Riksbek en ze hebben Ramos daar ook uh, toe gehaald. Ja. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, dat is wel een ploeg waar daar wel wat namen zitten, toch? Ja, ja en, grote namen. Ja. En meer dan, ay, dat is geen ploeg van each. maar 11 ja. spelers. Hè. Nee, 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 inderdaad 17, 18 echt goede spelers. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Als we zijn plek aan hem afdwingen, dan ja, gaat hij ongetwijfeld een goed seizoen kunnen draaien. Ze dus, zijn altijd toonaangevend geweest uh, qua transferbeleid, vond ik. Hè, met Monkey, dat was op een gegeven moment de allerbeste technisch directeur van de wereld. Hè. Die haalde met Sevilla finale na finale. Uh, die kocht heel veel spelers die misschien wel ondergewaardeerd waren of jonge talenten. Hij zag het altijd als eerste. Dus daardoor gewild worden is al heel knap. Ja, mijn is weg nu. Hè. Ja. Oké, okay, maar Sevilla blijft. Nee, Sevilla ik, blijft, ja. En Orta politiek. heeft ook een beetje die reputatie. Dus, uh, ik kijk altijd de transfers van Sevilla, want dan denk ik, ah, uh -huh. Die had Barça misschien moeten pakken. Want als Sevilla die wil, dan is dat meestal uh -huh. een heel goed teken. En de een waanzinnige, leuke voetbalstad. Ja, ja. ongelooflijk. Ah, echt prachtig. Als dus, uh, uh -huh. je daar komt, snap ik dat je helemaal verliefd wordt. Ik denk dat dat ook helpt voor een speler te halen. Sowieso. Uh, Carrasco die is weer weg voor de centen. Dat is wel duidelijk, denk ik. En oh, ja, het ja? is. Is het? Ah, nee? Nee, uh, het, is, het is het gespreksonderwerp geweest deze zomer, hè. denk ik, bij, bij iedereen. Uh, Saudi-Arabië en de transferpolitiek daar. Uh, Stijn, hoe kijk jij daar naar nu, nu de transferperiode zo goed als het voorbij is? Ik had het niet zien aankomen. Het is, het is echt ongelooflijk. Ik denk dat Chelsea het misschien wel had zien aankomen. <laughs> die hadden een klein voor <laughs> Dus die hebben daar een toch klein. wel een, een goede zaak mee gedaan. Ja, ik vind dat het wel, wel makkelijk is om te zeggen van ja, Carrasco kiest voor de centen en ik vind dat iedereen gewoon zijn eigen ding moet doen en iedereen heeft zijn prijs. Dat is niet per se negatief, maar het is wel... Nee, maar er wordt soms wel wat negatief over gedaan. Ik weet dat Flippio's ooit gezegd heeft uh, Axel Witsel is de verkrachter van het Belgisch voetbal omdat hij ooit voor China koos. Dan denk ik, ook oh gast. Uh, ik denk, dat is gewoon een wel afgewogen keuze. En ja, hij kiest voor het geld. Kijk, ja... Punt. Dat was uh, geen veroordeling, het is gewoon een effectieve observatie. Maar met Carrasco, ik, en ik had het daar onlangs met een speler over, en uh, hij zei van, hey, kijk, Carrasco is de beste met wie ik ooit gespeeld heb. Maar waarom heeft hij nooit de wereld opgehaald? En dan is het wel omdat hij voor China gekozen heeft. Anders had hij volgens mij die twee jaar dat hij daar gezeten had, dan had hij in Europa ontwikkeld, ja. en had hij waarschijnlijk wel Barcelona of dat niveau gehaald. Dus het is uh, veel, veel triester, vind ik, dan het verhaal van die jongen van... Uh, die, ja, privé gaf van ja. Salta Vigo naar. Uh, jongen, de... jongen, die gewoon naar daar gaat. Dat ik denk van, jongen, kom op. Dat vind ik dan wel jammer. Ook daar moeten we wel respect voor hebben. Ja. kijk, als ze dat doen. Uh, Tony Kroos, die was er ook heel, uh, heel hard over. hè. Embarrassing, zei op Instagram. Ja, dat, dat, dat vind ik echt bullshit. Ja. Ik vind het ook bullshit. Dat, dat, dat ja, van Tony Kroos? Ja, vind okay. ik echt, echt Wie bullshit. Wie is hij om dat te zeggen? Dat ook. vind ik echt bullshit. Want, alleen met alle respect. Um, Saudi-Arabië, ten eerste, uh, ze mogen dat doen. We moeten als. Uh, het Europese voetbal zal zeker niet arroganter gaan gedragen dan wie dan ook. Het is ieders recht om dat te doen. Uh, dat, wij, dat wij het niet eens zijn met die bestemming en dat wij dat sportief geen uitdaging vinden, dat vind ik echt bullshit. Ik bedoel, de Premier League uh, doet net hetzelfde. Die, die, zetten ook, die gebruiken spelers ook als een wegwerpproduct. Uh, Newcastle wordt ook overgenomen door Saudi-Arabië. Spelers die voor Newcastle tekenen, maken die dan dezelfde fout. Uh, spelers die voor ploegen uh, gaan spelen, gelijk PSG of andere Qatar gesteunde ploegen, moeten we dan ook gaan zeggen, hé hey, dat mag niet. Sergio Ramos wordt omhoog gehezen omdat hij niet voor Saudi-Arabië kiest, maar hij heeft wel jaren bij PSG gespeeld. We hebben het een WK in Qatar gehad. Uh, het staat iedereen vrij om te gaan en te staan waar ze willen. En ik denk, voetbal is sowieso ook een mondiale sport. En Saudi-Arabië mag spelers kopen. Anders ja. moeten we het verbieden. Anders moeten we zeggen, we mogen geen transfers meer doen. Ik denk dat die dingen vooral gezegd worden, omdat veel mensen gewoon die competities beter kennen. Want ik zeg, ik kies voor het geld, wat de waarheid is, maar ik kan ja, maar... daar niet over oordelen. We ik moeten... heb nog nooit een match uit Saudi-Arabië gezien. Dus Als de Saoedi's ja, ja, Saoed, een competitie willen uitbouwen, is dat hun recht. En ze hebben meer geld dan ons, dus ze kunnen ons beste spelers kopen. Maar als morgen India mijn competitie start, gaan die ook spelers halen. En Argentinië en Brazilië en uh, Zuid-Afrika. Van mij mogen die allemaal spelers halen. Wij moeten niet arrogant zijn en zeggen: ja, maar het is puur voor die ethische regels. Wij gaan onze hoge hoed afzetten en zeggen: hé, hey, daarom mag je niet gaan. Ja, kijk, de Saoedi's en alle, alle anderen. Hey, we hebben een WK gehad onder Poetin. We hebben een WK uh -huh. gehad in Qatar. We hebben een gigantische Saoedische fabriek die we gaan bouwen in de haven van Antwerpen. We hebben open in onze eigen uh, competitie, dat gewoon een handelshuis was voor, Kat voor Qatar. Ja, dat moeten, we gewoon, dat moeten we verbieden. Maar zolang het mag, mag Saudi-Arabië spelers komen kopen. Hè. Wij moeten stoppen met zagen en stoppen met, met doen alsof dat Europa beter en groter is dan de rest. Daar ben ik echt, dat ben ik bij. Amen. Ja, wij moeten dat maar al zien als eigen voetbalproduct. Leuk en tof is. En ik ben tuurlijk pro... Lokaal, maatschappelijk belang. En ik ben, allee, ik ben pro alles, alle, a, het volgen van de mensenrechten. En ik ben natuurlijk tegen het feit dat daar journalisten worden aangevallen. en dat homoseksualiteit daar verboden is. Daar gaat het voor mij niet over. Het gaat erover van. Kijk, we zitten in een mondiale wereld. Er wordt overal gevoetbald. Dus die spelers die kunnen overal gaan voetballen. Punt. En het is en, kapitalisme. Ja. En we worden ook gewoon. Uh, ik denk dat heel veel Europese fans een frustratie hebben. dat ze gewoon gepakt worden, gepakt worden op hun eigen spel. Want het hele Europese voetbal is gebouwd met. Ja, waar, 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 van waar komen de beste spelers? Die komen van, van Brazilië soms, van Argentinië. Er zijn er, uh, zoals Sadio Mane, Salah, die komen van Afrika. Er zijn er vanuit alle continenten. Speelt de beste speler bijna altijd op Messi na nu in Europa. Dus wij hebben ook altijd maar kunnen parasiteren van. Ah, we hebben meer geld, zo gaan ze daar halen. En Vinicius is op zijn 16e voor 80 miljoen door Real Madrid gehaald. Dan zei er ook niemand van. Oh ja, maar we zijn, is dat geen sportswashing dan? Stel ik mij de vraag. Is Getafe die in Greenwood haalt, is dat ook geen sportswashing? Op de momenten denk je dat er heel veel projecten zijn waarin dat we niet naar kijken omdat dat binnen ons, ons clubje van Europa is, omdat wij het Europees voetbal zo verhemelijken met de Champions League waar we allemaal zijn opgegroeid, dat wij niet kijken naar wat zijn andere competities. Want los van mensenrechten, alles wat Evert zei, ben ik het volledig mee eens, maar ik heb ook zoiets van, zowel in Marokko als in Tunesië, als in Zuid-Afrika, als in, als in Qatar, ah, als in Saudi-Arabië ook, zijn er echt wel voetbalcompetities waar dat al veel mensen naar komen kijken. En Tuurlijk is dat niet wat dat het in Engeland is, want ja, er is maar één Engeland, Dus we moeten stoppen met zo, ja, die eurocentrische bril te hebben en, en alles wat niet bij ons is als slecht te zien en proberen we misschien ergens anders iets... En ja, de kritiek op de money game, ja, dat was het in Europa ook al, hè? Ja. Ik bedoel, waarom is de Belgische competitie slechter dan de Premier League? Ja, geld, hè? Allee, ik bedoel... In, in Engeland, in Engeland en... gaven ze 30 jaar geleden, uh, namen ze 30 jaar geleden ook geen spelers ja. van alle nationaliteiten over, en, dat is ook en, iets wat gegroeid is. Hè? En Britse fans die zitten te klagen van, uh, oh dat kan toch niet dat je voor Saudi-Arabië keest, maar ondertussen wel blij zijn dat ze met geld van Saudi-Arabië een andere jonge speler ja. kunnen gaan kopen, dat is allemaal bullshit hè. Hoe kijk jij er nog als makelaar? Ja, ik ben het volledig eens met jullie, maar ik denk dat het een beetje hypocriet is om dat te veroordelen. En het is inderdaad van ja, kijk, als het echt niet zo mogen, ja, zorg er gewoon dat er dan regels zijn dat het niet kan, punt. En al de rest, zolang het kan gaan en er wordt heel veel geld voor betaald, dan gaan mensen dat doen. Ja, het is, de wereld is een kapitalistische wereld en, en dat wordt daar gewoon door bevestigd. En Europa heeft inderdaad hetzelfde gedaan. En het is misschien een keer goed dat we die arrogantie wel wat, wat kwijtspelen en onze blik wat verruimen. Maar uh, natuurlijk zijn er daar heel veel zaken die niet kunnen, hè, politiek gezien en sociaal gezien. Um, maar dat spelers daar gaan voetballen, ja, dit is, dit is, ah, ik denk, ik sluit me eigenlijk 100% aan bij Evert. Uh, ik denk niet dat er dat, dat meer over gezegd moet worden, punt. En, en pas op, uh, het, ik heb wel al wedstrijden gekeken op uh, Wisecout. Daar is wel één beleving. En twee, dat niveau is niet slecht. Hè? Uh, dat is niet Qatar en dat is niet uh, Abu Dhabi of Dubai. Dat is echt wel een niveau hoger. Met heel veel beleving. Um, dus ik denk, ja, oh, gaat dat blijven duren? Dat is altijd de vraag. Dat is een van de dingen die mij vaak stoort. Mensen die het veroordelen en dan die matchen niet bekijken. Ik ga me niet uitspreken over het sportieve project daar, want ik heb effectief nog nooit een match van de ja, nee, competitie maar... in Saudi-Arabië gezien. Dus ik heb daar niks ja. over te zeggen. Als je het nog nooit gezien hebt, is het geen maar nut om me het... daarover uit te spreken. Even nee, nee, je... over het sportieve. Het sportieve. Maar ik weet heb... ja, ja, het effectief. Ja, maar er al... moet ook niemand zeggen dat hij voor het sportieve naar Saudi-Arabië gaat. Hè? Nee, maar ik heb ja. ook... Voilà. De regel is daar ook dat je maar vijf uh, non-Saudi-spelers in je... Uw, in uw... Ik weet niet of dat baasopstelling of selectie mocht hebben. Nee maar je mocht er maar vijf van hebben. Dus dat betekent ook wel dat er een enorm niveauverschil niveau zal zijn, want de ploeg met Mané en Mitrovic en Neymar, ja, de vijf Saudi-spelers, tuurlijk gaan die niet aan dat niveau komen. Ja, als, je, als je die namen ook onder, ziet, wie dat er allemaal deze zomer naar daar is gegaan, maar het is wel dat is ook blijven week. scrollen. Hè? Uh, uh, en uh, grote uh. namen. Uh, Benzema, uh. Kante, Neves, Koulibaly, uh, Mendy. Rozovic, uh, Fofana, Telles, Malcolm, Mares, Dambélé, Henderson, Mané, Kessie, uh, Laporte, Wijnaldum, Carrasco. Kan, ik, ja, het kan blijven. Ik ben er nog altijd niet door. Het is, nog een, ik doe, het is, het is onwaarschijnlijk. Het is, het is fenomenaal hoe diep dat in een buidel is. is echt, dat vooral. Ja. Dat is, ongelooflijk, hè? Dat is echt ongelooflijk. Maar stel nu, even we kijken naar, naar een globale voetbalwereld, een mondiale voetbalwereld we houden allemaal van de WK's overal de sferen we willen reizen stel je nu voor er komt een internationale clubcompetitie en ik zou het fantastisch vinden dat een Boca Junior's en een River Plate meedoen aan de aan de Champions League ik zou het fantastisch dat fantastisch vinden echt een Champions Dan League Botafogo Vasco da Gama ja waarom zou FC Riaa of FC New Delhi dat niet mogen meedoen snapte dat is het ook hè? We, moeten, we gaan daarin moeten gaan veranderen het, voetbal, het voetbalwereldje gaat daarin nog enorm evolueren een WK voor clubs, als dat zou worden uitgewerkt, zoals dat WK voor landen is bijvoorbeeld, wat dat je nu hebt, dan zouden wij dan spreken kunnen hebben van je hebt ja, uw WK voor clubs, uw groep is dan Antwerpen, Boca Juniors, uh, TP Mazembe uit Congo en Al Khalifa. Zalige, zalige, zalige groep. Zijn, als die, die clubs zouden komen en als het, als het evenwichtig verdeeld zou zijn natuurlijk, zou dat de een verrijking denk ik zijn voor het voetbal. Enkel de transportkosten zullen iets meer zijn dan als je naar Duitsland moet, naar Kinshasa vliegen is dat misschien iets duurder, maar het zou, het zou wel enorm leuk zijn. Uh, Ervaring met zich meebrengen. Denk ik. Het reizen gaat iets, moeilijk, gaat iets moeilijker zijn, denk ja. ik inderdaad ook. Um, ja, in de Premier League, daar geven ze nog altijd iets meer geld uit, hè. drie keer zoveel deze zomer. Deze zomer alleen hebben ze drie keer zoveel geld te geven in de Premier League als in, uh, in Saudi-Arabië. Dus dat zegt ook. Dat valt wel, eigenlijk nog mee. Het was 2,2 miljard, denk ik, dat ze in de Premier League hebben uitgegeven, of iets oh. meer <laughs> zelfs. En was Saudi-Arabië dan twee? Of was dan uh, Italië of uh, Spanje? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Wie de... Of Duitsland drie. In ja. Spanje wordt er veel geleend, heb ik gezien. Dus, ja. uh, ook een Spanien, paar jaar, uh, Spanje zal het niet zijn, nummer Spanje gaat het uh. nu niet zijn. Nou, nee. die hebben alleen Bellingham was daar echt heel duur. maar Bellingham voor de rest... Was de man. Uh, ja. Voor de rest zijn er ook niet enorm duur. Dure, uh, dure daar trekken niet. die landen zich ook aan op. Hè, aan de één grote, ja. grote ster aankoop. Want voor de rest hebben die competities. Ja, die kruinen al jaren onder de Premier League. Dus, ja. Ik vind het jammer dat Bellingham trouwens dat die niet naar de Premier League is gegaan. Maar dat, dat is gewoon puur omdat ik. Het is een Brit, ik had die graag in de Engelse competitie zien spelen. Zoveel topclubs daar. Dat um, is ook de competitie die ik het meeste bekijk, de Premier League. Dus dat is heel subjectief, ik weet het. Maar dat is in mijn ogen de strafste transfer, tenminste kwalitatief. Wat een, wat een toptalent dat is, naar Real Madrid. Voor veel geld. Maar tegenwoordig is dat nog veel geld, dat bedrag. Ja, hij doet het wel direct goed. Ja, daarom. Als je als jong talent direct al een impact kunt hebben, is dat altijd ook wel. Je zei dat net ook, denk ik, uh, met een van die spelers. Ik weet niet of dat... Je uh, had nog net iemand gezegd dat ook uh, op Henda, als, als hij goed kan beginnen. Dat geeft toch altijd ook een beetje vertrouwen mee van oké, okay, je hebt een vijf jaar contract gegeven. Als je eerste drie, vier maanden al moeilijk gaan, ja, ik heb het met de ketelaar bij Milan gezien, dan, dan ga je al snel een moeilijk verhaal krijgen. Maar als je zo, nou, die één, twee, drie goede matchen echt hebt, en scoort zeker ook, ja, dan zijn ze vertrokken. En dan gaan ze het wel eens vergeven als je oktober, november wat minder zijn denk ik. Mm. Zo'n brood, broodnodige transfer voor La Liga. Hè? Dit is een, een franchise player. Een ja. super amabel figuur waar je in de toekomst heel veel mee kunt doen, denk ik. Dus die kan heel, die, ja, heel Real Madrid en heel Spanje terug een beetje omhoog trekken, denk ik. Ze hebben Haaland gemist, ze hebben Mbappé gemist. We kennen dat allemaal. Ja, Bellingham is wel een ster. Een echte ster. En een prachtige speler ook wel. Voilà. Dus ja, ik vind dat wel Real Madrid is, van de, is misschien de allergrootste club ter wereld nog altijd. Ja, die hebben dat soort spelers wel nodig. Dus ik ben wel blij. Ja, en ze nee. hebben geen slechte ploeg ook niet. Als je kijkt wie dat er allemaal, ze hebben de laatste jaren echt wel gebouwd dan nu, die nieuwe generatie, ploeg, door, of ja. dat je het nieuwe generatie kunt noemen. En, en als je het dan hebt over, over wat daarnet over Chelsea, hè, die zijn aan het bouwen, die bouwen aan een, een project, maar eigenlijk hebben ze twee projecten. Hm. Ja, bij Real is het wel heel duidelijk. Bouwen aan één ploeg met heel veel, veel jonge talenten. zijn daar rustig aan, aan het bouwen, maar het is wel duidelijk waar ze naartoe willen. Ja, de Van nee, Verde, de Venetius, de Chamenica, Mavinga. Zelf, zelfs Alaba, die Rodrigo. al iets ouder is. Rodrigo ook. Alaba, die misschien al iets ouder is, maar ook nog wel in dat project past, Ik vind dat zij qua topclub het beste inkopen. Ik denk niet dat er iemand oh, ja, in de buurt hè? komt. En nooit te veel overbetalen, toch? Hè? Nee, nooit gek doen, eigenlijk. Hè? Want Mbappé ja, zal er volgend jaar gratis steken, vermoed ik. Wel ja. grappig dat... Het, hm? Ja, het is Perez, toch? De man van de Galacticos. Beste mafioos ja. op de wereld, <laughs> die Ja, die het toch. nu wel heel goed doet. Hoeveel ja. heeft België nu nu gekost? 100, 103,5 100, 103, 103. 103, had ik. Dat is veel ja, geld. Is maar tegenwoordig ja, in verhouding is dat niet veel geld. Hè? Ja. En plus ze hebben Camavinga voor maar 35 miljoen gehaald. Ze hebben Arda Guler ook voor maar ja? 20 miljoen kunnen halen. Ze hebben uh, wie was het nog? Valverde, die, die was bijna niks, want die was er als heel jonge gast al bijgekomen. Dus ze hebben zich dat ook wel kunnen veroorloven door niet voor elke gast 100 miljoen te moeten neerleggen. Ja, dan kun je het u veroorloven om het een keer wel te doen. Het is ook zo als Real Madrid belt. Denk ik dat er we weinig spelers neer gaan zetten. Zeggen. En als die op tijd bellen, dan kan je eigenlijk alles voorbereiden naar die transfer toe. Dus ik denk dat die eigenlijk gewoon goed werken en verstandig werken. En profiteren van hun, hun prestige. Want ja, Real Madrid is toch voor mij nog altijd een van de allerhoogste clubs. Ik vind dat hoger dan City. En qua prestige is dat het ja. grootste deel natuurlijk. Ja. ja, met het nieuwe Bernabeu zijn ze wel klaar voor ja, al, alles wat ja. Super League of een nieuwe Champions League zou worden. Real is klaar. Barcelona. Dat is een ja. ander verhaal. Daar hebben ze een hele andere transferpolitiek. Daar is het. die ja, verandert je contract. Je nog aan wat ze aan de contract... Maar uiteindelijk. Op... Het is iets raars. Als je het kunt doen. Ja, ik bedoel. in Italië zijn er ook clubs dat geen geld hebben. en, en het veel minder hebben gedaan. Maar het ja. blijft wel heel raar dat je binnen je eigen kleedkamer. dan uh, voorrang moet geven aan bepaalde spelers. omdat je andere spelers uh, niet kan inschrijven. of hun salaris ja, nog ja. niet voor volledig kan uitbetalen. maar wel ondertussen je spelers ligt voor te stellen. Ik, allee, daar, dat is de situatie waar ze zo snel mogelijk vanaf moeten, maar zeg ik al jaren. Joe ja, Cancelo is gehuurd van City, João uh, Felix is gehuurd uh, van Atletico. Hoednogan is er inderdaad gratis bijgekomen. Het moest zo wel. Het moest. Ja, als ze niet Franky en Dembele verkopen, dan kunnen ze niemand. Ze hebben nu Hoednogan Dembele moeten verkopen. Ansu Sofati is dan, dan uitgeleend. Maar ja, je kunt ook niet in P3, en Frenkie, en uh, Koen gaan verkopen. Wij spreken, dan heb je ook bijna niks meer over. En, die laten we opvullen, ook nog moeilijk, dus ze zullen daar wel de inschatting moeten maken van hoe kunnen we echt het onderste uit de kelk halen en toch nog iemand daar zetten, iemand lenen. En Joao Felix, dan heb je ook weer dat geluk. Real Madrid heeft, heeft een prestige, maar Barcelona heeft natuurlijk ook wel een prestige. Ze hebben ook kunnen zeggen van we hebben, um, een, uh, we hebben een jongen als... Uh, ik ben zijn naam nu even kwijt. Pedri, Gavi? Uh, hebben... Balde. Nee, die jonge gast van 16 die bedoelt. Ah, Lamine. Lamin. Ja. Ze hebben zo'n gasten rondlopen en kunnen bepaalde gasten ook overtuigen, zoals Nedrow Felix, om te komen gewoon omdat hij fan is van de club? Ja, laat ons hopen dat dat wel de strategie is om op korte termijn wat te huren of ervaren spelers erbij te halen. Om die jeugd echt uh, te laten doorgroeien en daar de basis van te maken. Maar ik, ik weet nog altijd niet hoe rapport dat 2 juist inhoudt. Ik hoop dat als Camp Nou ooit af is, dat we het dan gaan zien. Ja, Hermes geeft trouwens ook net door dat uh, Alzate in haar standaard rond is. Ja, heel goede heel transfer. Echt goede shop. september 2023 is de beste dag van die jaar, denk ik. <laughs> nee, dat was niet normaal. Azufati, ja. uh, je hebt hem al genoemd trouwens, Phil. Ja. Vond ik ook heel opvallend. Uh, het het Goldenkind een paar jaar geleden bij Barcelona, dan wat blessures gehad, minder gespeeld. Nu naar Brighton. Ik denk dat dat voor Lekker? die, ga, ik denk dat dat voor die gast zelf een hele goede transfer is. Nu bij Brighton is er wel wat aanvallend talent. Oh, waar speel, hij speel, concurrentie. Wanneer gaat hij spelen? Ja. Wanneer? Ja. Ik heb ze nu een paar keer bezig gezien. Concurrentie, ja. Poef. Heel goed, hè? Huh? En welke fat gaat je krijgen? En ook al, ja, hoe lang gaat het duren voordat hij terug op zijn niveau van, van toen is? Uh, ik denk dat het een goede transfer is. Ik vind het verstandig van hem. Dat een club die qua speelspel 100% bij hem past. Maar je moet wel uw kans krijgen. De Serbië is wel iemand die als je het goed doet, dan gaat, die kan het beste wel uit iemand halen. Hè? En de Zerbi haalt ook niemand die hij gaat die niet halen om niet te laten spelen. Want die. die is echt wel heel hard betrokken in het proces. Ja, er zitten natuurlijk nog spelers die uh, voor de transferwaarde belangrijker zijn voor hen. Dus dat kan wel meespelen. Uh, als ze als het alle twee heel goed doen, ja, dan... Voor, uh, ja, maar daar gaat de Zerbi geen bal rekening mee Nee, denk je, nee. ik denk het ook niet. Nee. Die, die kijkt gewoon... die Ach, dat is echt... Uh, ja, dat is wel lokal, die is zo gepassioneerd door het het voetbal en die zijn zo voldrongen van zijn ideeën. Ja, dat is zoals Guardiola, die, die hebben zo een... En die gaan niet rekening houden, met die kan meer of minder opbrengen. want De Zerbi is toch op het einde van het jaar weg. Ik kan me niet voorstellen als De Zerbi een normaal seizoen is, dat hij niet weg is op het einde van het jaar. Dus je gaat echt niet denken van ja, die had misschien door Brighton meer verkocht kunnen worden. De Zerbi, zijn persoonlijkheid uh, gaat daar echt geen rekening mee houden, absoluut niet. Persoonlijkheid en ook ja, het voetbal dat hij brengt. Ja. Het is Fenomenal. te aantrekkelijk voor andere clubs om de, die aan deze, ja, ik, beginnen te, te beginnen te trekken. Hè? Het is een beetje kunst wat die man probeert te creëren. Hè? Want hij, de manier, al bij Sassuolo, uh, zei Dries altijd van stemmen hoe die spelen, hoe die spelen. Je moet kijken hoe die spelen en wat er van die keeper verlangd wordt en hoe die opbouwen. En, uh, en uh, nu Brighton, dat is echt. Hoe het die opbouwen, dat is, dat is ongezien. En ze hebben een goede jonge ja. keeper ook hè? Ja, oh, van voilà. Ik zei ja, dat je ja, we 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 los daarvan, ja. Oh. Ja, maar, ja, dus ja. Ook, maar dat is ook mee dat project. Ook maar natuurlijk, de he. keeper is voor hem essentieel. Ja. Daarom. Dus, dus uh, die is extreem in zijn. Want Bart was al wel wat gewend met Janet Ouelaar en, en, en met, met City vanuit uh, Company. Maar hij zei wel van hoef. Dat is toch uh, nog ambitieuzer als doelman. En dan moet ook wel kwaliteit. Hebben. Dus dat, dat is voor hem is essentieel, is die keeper al best als zwol. Want toen wou die Hendrik van Kromburg om die kwaliteit ook. Dus uh, ook al toen was die veld bezig met die keeper super belangrijk. Ja, die, die nemen risico's en dat gaat een keer serieus mislopen. Nou, niet ene niet <laughs> keer, maar verschillende keren. Maar ik vind dat wel. Toen mij een beetje denken aan Sarri van Napoli. Ja. Uh, ik vind dat een beetje ook heel fijn om naar te kijken. Ja. Nog iets meer risico, denk ik. Nog iets risico. Ja, in Italië wordt er altijd. Maar, maar Sarri zat ook wel soms ja, ja. Uh, de voetballen op plekken waarvan ik dacht, hier moeten niet voetballen, maar ja, ja. die, die bouwden ook zo op. Ja. 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 Uh, veel van die transfers in uh, Engeland zijn natuurlijk al besproken in de Kick and Rush podcast. Uh, gelukkig, want er is heel veel gebeurd daar ook deze zomer. Uh, nog één ding dat ik had opgeschreven dat ik zeker even wil uh, aanhalen, is het verschil Liverpool en Man United. Uh, de transfers die zij gedaan hebben, Amrabat bij, bij Man United en dan gaat Gravenberg naar Liverpool. Ja. Compleet andere filosofie. Je kiest enerzijds voor een jong talent, Amrabat. Ja. Meer gevestigde naam, maar ook iemand die ik niet bij, mijn, ja, bij mijn, mijn United had verwacht. Wel, de kwaliteiten van Gravenberg. Bij Bayern kwam er niet helemaal uit. Maar die zijn er wel. Maar Gravenberg pakt toch ook een gigantisch risico, vind ik. Die moet hij absoluut spelen. Dus ik, ik vind dat een vreemde, vreemde keuze. Amrabat snap ik vanuit Amrabat Zijn perspectief als United komt, gaat dan naar United. Maar ik vond het ook Hoyland. moet ik ook nog zien. Ik vind United om de transfermarkt. Ik, hoop, ik heb het idee dat hij zo. Psg is daar een heel extreem voorbeeld in, maar die kopen. ik heb nooit het idee van dit is wat die bouwen. Niet, al niet van voordat ten Hag er zat. Ik, had, uh, ik heb altijd het idee van ja, soms is het van we gaan een dominante ploeg bouwen, maar dan is het op counter en dan is het. Heb je niet het gevoel dat het bij ten Hag zou veranderen? Ja, ik had, ik ook had dat gevoel, maar ik begin Evenes, het minder ja, maar en minder. Dat is nu niet meer, toch? Begin het minder en minder te krijgen, want ik dacht begin vorig seizoen was het ja we bouwen op van achteruit en nu is het al omschakelen, maar met bijna dezelfde spelers, dus. Bent u dan aan het aanpassen of, of, is je, of ben je dan aan het terugkomen op uw idee? Wat dat soms ook goed kan zijn. Ik bedoel, je aanpassen, dat kan soms een van de grootste troeven zijn als je, dat, als je dat goed uitspeelt. Maar ik, ik weet niet wat het doel wat is. in het feit dat daar geen sportief directeur zit of niemand die bepaalt van. dit is ons beeld vanaf de top tot, tot beneden, zoals dat we bij Union dus straks zeiden dat goed zit. Maar zolang dat je dat niet hebt, gaat je dat altijd op je vel terugzien dat er geen. Een rechtlijnig idee zit toch in uw hele organisatie? Ik heb heel hard het gevoel bij United, als ze een lijstje van, uh, per positie van drie transfers voorop stellen, dat ze nummer vier krijgen. Ja, hun <laughs> <laughs> eerste keuzes komen niet meer naar United voor een of andere reden, terwijl ze best wel veel geld uitgeven. Dus dat, dat, dat vind ik heel raar. Alleen je gaat me niet zeggen dat Den Haag weet. Dat hij met een Amrabat en met een nieuwe Gooiloent en zo gaat hij niet meteen meedoen voor de titel, dat weet hij. En toch moeten ze die transfers doen omdat ze schrik hebben dat ze de rol gaan lossen. Ja, dus ik denk dat ze gewoon de spelers die zij voorop stellen, niet kunnen krijgen op dit moment. mogelijk Gravenberg, vind je een gok, waarom vind je dat zo'n gok zijn? Ik vind dat die jongen absoluut moet kiezen om te spelen. Denk je niet dat hij daar gaat spelen? Ik hoop het voor hem, ja. Uh, maar daar, hey, zij zijn er daar wel wagen aan halen. Hè. Dus. Uh... Moet je het nog zien of hij daar gaat spelen? Ik, ik vind het een geweldig talent, maar ik, ik had altijd, ja, die jongen had voor Brighton moeten kiezen. Ja. Vind ik. En één jaar Brighton alles spelen en dan zien we kijk, is dat Engels voetbal iets voor mij? En dan naar daar gaan. Ik denk dat velen voor Brighton ja. zouden kiezen. Ik... Ja, dat, dat soort jongens. Doen, hè? Nee. Ik vind dat die, die 100% qua, qua voetbal bij Brighton past. Uh, en nu naar Liverpool is waarschijnlijk qua uitstraling veel mooier. Maar qua carrièreplanning, ja, als hij speelt is dat veel beter. Maar als hij niet speelt, dan je een risico gepakt voor niks, denk ik. Okay. Goed, um, laatste vragen. Mooiste en uh, slechtste transfer van deze zomer. Voor jullie persoonlijk. Over alle competities heen, maakt niet uit waar. mag in het uithoek van, uh, van de wereld zijn. Het mag geen in, mag in, uh, tweede amateur zijn. Je had <laughs> van Sporting Hassel op Bijvoorbeeld: bijvoorbeeld hm. transfer hm. van het jaar en slechtste transfer van het jaar. Ja, maar mooiste, dat kan ook een emotionele Dat transforme. mag zeker een, een emotionele zijn. Dat mag ja. ook iemand zijn, voor bijvoorbeeld, waar hij het meeste voldoening uit heeft gehaald zelf. dus ja, Ik moet goed nadenken, maar ja. uh, ik was trouwens juist aan twee namen aan het denken. Eén, omdat ik Sporting Hasselt wel moet <laughs> vermelden. We hebben Kiki, zijn de Kiki. tweede helft allebei ja. gezien. Vond een fantastische jongen om te zien invallen. Ik vond dat hij echt ja, kwaliteitsinjectie op dat veld bracht. in tweede amateur. Dus uh, dat gaat een van mijn mooiste zijn. Een andere was Choukweze uh, van Milan, omdat ik... Uh, echt van was van hoe hij uh, bij Villarreal heeft gespeeld met momenten uh, die heeft zeker in La Liga echt uh, heel veel laten zien dus uh, ik ben benieuwd hoe dat hij uh, bij Milan gaat aarden naar de oh, mijn transfer van het jaar was ook Kiki dus voilà. <laughs> we hebben dezelfde great minds think alike Stijn ja het mooiste dan moet ik toch aan Ever denken. ik denk de, de blijheid van Dame Foulon toen die naar Mechelen kon ja dat vond ik heel mooi en de lelijkste <laughs> of de slechtste transfer, ja. waar ik met grote ogen naar gekeken heb, is toch Lukaku die eigenlijk heel dat proces toch, wow, om dan bij Roma te tekenen. Dan denk ik toch, ja jongen, had we dan niet gewoon beter bij Inter getekend. Uh, dat is toch, dan zie je hoe moeilijk een transferpioen ook is. Dus dat vind ik dan, ja, ik zeg niet dat het de slechtste transfer is, maar dat is wel de transfer. waar ik dacht, oei oei. Daar loopt toch veel mis. een van de ja. grootste soap operas die er uh, ja. geweest is Onnodig ook voor, ja. het, voor zijn carrière. Ja, en, en voor zijn, zijn reputatie. Voor ja. zijn reputatie ja. vooral. Ik denk van, hoe kunnen op die manier het... Goh. Ja. Gelukkig heeft hij nog een reddingsboe gekregen, want het had ook nog helemaal anders kunnen lopen natuurlijk. Ja, klopt. En Roma is een mooie club hè. Evert? Uh, de mooiste? Ja, er zijn er veel denk ik. Allee, vanuit mijn eigen club vind ik het heel fijn dat twee gasten van Mechelen Getekend hebben bij Mechelen, Foulon en Cobbout. Allee, dat is, toch, dat is toch heel opvallend op profniveau dat dat gebeurt. Ja, en Cobbout uh, wou echt niks anders in België. Hè. Echt niks. Hè. Dus die, die zei KV Mechelen of niks. Echt, nu, uh, nu gaat ze even het, echt dat shirt van Cobbout kopen. Nee, maar dat is, echt, oh, dat is echt de ook waarheid. Ook weer, ja. Maar ik zie hem heel veel in de stad rondlopen. Hm. En uh, ja, ik vind dat wel. Ik, ja, ik vind dat mooi. Ik vind dat gewoon mooi om dat dan te zien. Dat is echt een gast van Mechelen, opgegroeid vlakbij het stadion. Maar de mooiste, denk ik, is ook een van u, denk ik, is toch. Van Neusden. Ja. En ik wou heel straf. ja, Allee, ja ik kan ik alleen maar hout vasthouden voor die gast, dat hij zijn carrière nu echt vertrokken is. is maar is te hopen, ja. Uh, hij, hij zit weer vol gif En hm. dat is dat hij terug voetbalplezier dat heeft. Dat was ook enkel standaard of niks anders. Ja. Die wou ook echt niks ook mooi. anders. Ook Clubliefde. Ja. Ja. Heel mooi. Dat is mooi om zo'n transfer te zien. Ja, zeker. Al. Oh, ik, zal, ik zal heel blij zijn dat hij gewoon een heel seizoen nog... Uh -huh. Uh, zo diep gezeten. Maar ik denk Oef. dat iedereen hem dat wel gunt. Ja. Uh, dat is wel, denk, iedereen die van voetbal houdt in België, gunt het, Zino uh, van Neusen. Een fantastisch goede jongen ook gewoon. Die er alles voor doet ook alles, echt alles. Boah. Dus die verdient ook wel. Hè. Evert, lelijkste, slechtste transfer? Sle maar dat vind ik altijd een gevaarlijk. Ah, oh, ik heb er één. Ik heb, ja We hebben dezelfde, dus dat is gemakkelijk. We hebben wij hebben dezelfde? Ja. Ik heb Sandro Tonali. Ah nee, dat is, ah, nee dat is, ik heb een andere dan oké okay. Wie is jij slechtste? Mason Greenwood. Is dat is eigenlijk lelijkste. Wat heeft gedaan, is de lelijkste. Dat is de lelijkste, ja, dat is, ja, dat, is, dat ja, we, we niet over wel Alhoewel dat Lorient bij Benjamin Mendy ook wel een uh, ja, goede bal is geslagen. Maar um, ja, ik heb Sandro Tonali omdat... Ja, of course. Uw Milan-hart. Propaganda moet er altijd zijn. Ja, maar... Ja, ik vind eigenlijk... Wat kan ik anders zeggen dan dat niet Greenwood is? En dat ik daarnaast komt te staan, dat vind ik dan vreselijk ja, voor die andere ik denk, voetballers. Dat is de consensus. Is het niet dat, ja. is niets dat de clubhart heeft gebroken, ja, Greenwood is de consensus, ja, dat is dat duidelijk. Het is niets dat de clubhart, denk ik, heeft gebroken, hè? Van, van KV Mechelen. Ah, of... nee, nee, nee. Ik vind, wij hebben een fantastische transferzomer gehad. Echt waar. Wat mijn hart zou, zou breken, is dat, is dat nu nog Steven De Voer of Matthijs zou worden weggehaald. Dat zou mijn hart breken. Maar voor de rest ja. ben ik eigenlijk heel blij. En, uh, maar kijk, ja. dan kunnen we afronden met Evert die blij is. Ja. Dat is ook mooi. vind heel mooi. En, en voor, voor een standaard speler, voor, een voor Sinjo van Heusden. Dat is toch knap dat ik daarvoor kies. <laughs> dat is heel ja, mooi, ja. inderdaad. Alright. Uh, Stijn, bedankt <laughs> erbij te zijn vandaag. Uh, ik hoop dat je geen gemiste oproepen hebt. Dat zo we zien. <laughs> Stress. <laughs> uh, Gilles en Evert, ook dikke merci Evert, Praktal. jullie zijn volgende week niet terug pas over twee weken. Ik ga dan naar Mykonos. Nee, <laughs> <laughs> ja, ga naar Mykonos. <laughs> <laughs> we gaan zondag naar Hasselt. Want er is geen competitievoetbal. Ah ja, dus zondag is het uh, Sporting Hasselt tegen Overijsse. Als jullie niks ah. te doen hebben, uh, kom kijken. Ze spelen om drie uur in Hasselt. Dus misschien is uh, een vol huis voor, uh, voor Sam. Hij is ook terug van een vakantie. Dus dan kunnen we zien wat voor een kleurtje gekregen heeft. Of hij yes. effectief terug helemaal ontspannen is. Voilà. Uh, mannen, merci om het te zijn vandaag. Jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En uh, over twee weken is Mit weer terug. En dan is Sam er ook weer bij. Voilà. Tot de volgende keer.